bij Nachtraaf, een podcast voor, door en over mensen, actief achter de schermen van Show. Hallo en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Nachtraaf. Vandaag, dames en heren, hebben we muzikale royalty in onze studio. Koning-arrangeur, meester-producer en waanzinnig muzikant Tukur. Jarenlang hard werk maakte hem beroemd in zowel de wereld van de popmuziek als die van tv en film. Hij heeft dan ook het palmaris om dit te bewijzen. Hij arrangeerde en produceerde voor muzikale internationale grootheden zoals Toets Stillemans, Doer en Zukero en ook voor nationale kleppers zoals Natalia, Milo en Cluzo, om nog maar te zwijgen over de speciale band met Wiltura. Niet enkel de artiesten voor wie hij arrangeerde zijn impressionant, maar ook de orkesten die het speelden, zitten bij een internationale wereldklasse. Om wat voorbeelden te geven, startend in eigen land, Brussels Philharmonic Orchestra, City of Prague Philharmonic, en niet te vergeten, the London Philharmonic Orchestra. Ook in de musicalwereld heeft onze gast een reputatie. Hij arrangeerde muziek voor grote musicals zoals Kuifje en Zonnetempel, Ben X, Domino, Daans, 1418 en hij componeerde alles voor de bestverkochte musical in jaren 40-45. Als u nu zou denken, we zullen er bijna zijn, kan u niet verder van de waarheid verwijderd zijn. Ik vermeldde het eerder al, maar ook in de wereld van tv- en filmmuziek heeft onze gast een aardig steentje bijgebracht. Of misschien komt een dichter in de buurt van de realiteit. We laten de beslissing aan u. De lijst is ellenlang, lang, zelfs de korte samenvatting. Om u toch een idee te geven: hij schreef de soundtracks voor films zoals De Hel van Tangier, De Indringer, Het Vonnis en Citizen Lane. En componeerde ook muziek voor talloze tv-series zoals Stille Waters, Aspe, Cataract, Het Goddelijke Monster, Vermist en Eigen Kweek. Om te vermijden dat deze aflevering een eindeloze opsomming wordt, verwijs ik jullie voor een volledige lijst graag door naar het internet. Maar laten we het woord gewoon aan hemzelf geven. Hartelijk welkom, Steve Willaert. Uh, ja hey, dat was toch oh. wel uh... oh, oh, miljarden, jongen. <laughs> impressionant impressionant uh, kennen die gezet, de intros worden altijd maar beter uh, pita <laughs> worden ook altijd maar uh, langer uh, uh, pita. Ja, dat hangt vooral van het palmaris van de gast af die lijkt <laughs> ze <laughs> leefde hij dan nachter, of <lacht> ja. <lacht> ja eigenlijk oké 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 is goed laten we even met uh, tien korte uh, opwarmingsvragen beginnen ja, en die worden gestaald vandaag niet door Bram Boel, omdat hij weer al afwezig is, maar door... Stijn de Klerk. Stijn de Klerk. Welkom terug. Uh, voilà. Dag boys, dag Steve. Dag Stijn, dag Steijn. Ben er klaar voor? Ja man, absoluut. Tien vragen, ja, ja, Eerste vraag. Begin. Concert of musical? Oei, oei. Uh, mag ik nu ook erin zitten of zo? Nee, dat mag ik niet zeker, hè. Moet ik echt het ene of het andere kiezen? Ja. Uh, goh ja, ik weet het niet. <laughs> uh, <laughs> Zat hij ook al? Snelle God. vraag rond. Ja, uh. ja, nee, ik, ik, ik zal het anders zeggen. Ik zal het anders zeggen. Natuurlijk een concert, als je daar zelf bij betrokken bent, is dat natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, als je zelf op, live op een podium staat, is dat wel fijn. Een musical is natuurlijk altijd een beetje afstandelijk. Ik bedoel, geschreven die muziek die wordt opgenomen, en dan heb je een ensemble die die muziek speelt, of een orkest die die muziek speelt, en dan kijk je er, naar ja, je kijkt en je kunt ervan genieten of of, of juist niet. Maar uh, laat ons zeggen, ja, bij een concert zitten natuurlijk wel. Allee, ja, ze zijn natuurlijk wel actiever in het geheel. En als fan? Als, als we zeggen vanavond, wat doen we? Na een concertje gaan kijken of naar een musical? Wat kies je? Uh, ja, oké. Okay. Misschien dat ik eerder naar een concert gaat kijken, denk ik. Ik hou wel van musical, tot op zekere hoogte, maar het is ook een wereld waar je een beetje moet inkruipen. Je moet eigenlijk wel enfin, je moeten we je eigenlijk wel een beetje openstellen voor de ...de bombast en, en, en de nodige flair die een musical met zich meebrengt. Maar eens dat je, dat, eens dat je daarover bent, is dat je die, die grens gepasseerd bent... er wel zoiets van... Oh, ja, oké, okay. ...ik stap er wel in mee, uh, lot alles maar los. Uh, we moeten er niks kijken. Maar... Uh, ja <laughs> ik vind dat goed dat dat zo zegt want ik heb dat soms ook wel last voor even ja, ja. over die over die te gaan. Dus de eerste keer dat ze het zingen is altijd zo oh nee ja natuurlijk ja, ja, ja. oh, ja, dat, dat, dat is een heel aparte wereld ook hè. En, en ik heb daarin ik heb, allez, ja, ik heb, ik heb eigenlijk in, mijn, in mijn leven al heel veel musicals gearrangeerd. maar uh, ja dat is altijd even zo'n... Een, een klik een klik dat je moet ja. maken ja. maar eens dat je erin bent, ja ik zeg het dan, dan er is eigenlijk geen limiet in musical. Eigenlijk alles kan en dan nog liefst zo groot mogelijk. En dan denk je van ja, oké, okay, dat, 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 dat is een Oké, okay, Lot het bias maar eens los, smit maar open. En, en dan is dat wel tof eigenlijk, dan is dat wel plezant. Ook omdat je... Die mensen zijn ook wel op hun manier heel begeesterd met, met hun job bezig. Um, omdat ze juist weten dat er een publiek is die kijkt naar mensen, op een groot podium meestal, als het kan. En uh, ineens moeten kleine emoties ook heel hard uitgeroeid worden. Omdat je, wow. um, als je een scherm hebt of een film of een tv-serie, zijn die emoties natuurlijk heel dichtbij. Hè, ze pakken een close-up. Met een musical heb je dat niet. Dus als die mensen lachen, moeten die wel echt heel expressief lachen. Of als die een, een soort van verdriet moeten tonen, moeten die ook wel heel expliciet verdriet tonen. Want anders wordt dat verloren en zitten er geen katten. Dus uh, alles is een beetje bigger than life. En ja, dat doe ik wel zijn scherm eigenlijk. Zeg, en is er verschil als er een musical van jezelf, waar je zelf aan meegewerkt wil kijken, of van een andere? Kijk je dan analytischer naar iets wat je zelf niet gedaan hebt? Oh, of geniet er gewoon? Ja, nee. Of, of, dat doet eigenlijk altijd mee je werk. Alleen bedoel, ik, ik ben eigenlijk nooit niet gelukkig mee, mee als ik naar iets van mij zie of kijk of hoor. Omdat je eigenlijk altijd al in de fouten zie, of dat je denkt: ja, oké, okay, ik heb misschien deze gedaan, of misschien daar heb ik wel de juiste keuzes gemaakt. Dat, dat blijft altijd je wee 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 Twijfelpunt als, als, als gewoon een job werkt. Um, ja, ik moet eigenlijk eerlijk toegeven, ik, ik, ik kan eigenlijk niet zo echt veel naar musicals kijken. Alleen die, diegene waar ik oh, nee, zelf onder Alleen als die een factuur, maar stuurt. <laughs> nee, maar, maar dat is, je hebt mensen die daar heel, heel expliciet in zijn, die alle musicals in de west-end gaan volgen en zo. En ik, ik ben daar niet zo echt mee bezig, omdat ik ook altijd zoiets heb van: ja, oké, okay, als ik het niet te veel bekijk dan kan ik het misschien ook wel een beetje benaderen met een frisse geest. Mm -hmm. um, ik, ik ja, oh, ja oh, sorry dat ik onderweg onderwees, maar het kan toch ook juist langs de andere kant een, een inspiratie zijn? Ja, dat wel, maar het inspiratie moet in de eerste plaats van het verhaal komen. Hè, van een scenario, van, van een regisseur, van uh, de mensen die het verhaal spelen. Dus daar komt in de eerste plaats het verhaal van. Ik bedoel, toen we met 4045... Oh, nee, uh, uh, wacht, ja, 4045 begonnen. Dat was zo van... Ja, kunnen we sowieso niks doen met dat concept om dat toch eens een stap verder te zetten? Um, en ja, als je een regisseur, in dit geval de Frank van Laken, die eigenlijk ook altijd wel echt bereid is om, om mee te springen in, in iets, zegt van ja, oké, okay, wat is het gedacht? Ik zeg ja. Ik zeg misschien kunnen we zo wel eens wat, wat electronics of zo erin brengen of ik weet niet waar, dat dat een beetje openbreken. Um, dan weten we van oké, okay, ja, ik weet niet dat er al precedenten zijn, maar uiteindelijk starten we wel met een, een, een leeg blad, en van daaruit gewoon vertrekken. Dus ff, ja, ik, ik, ik moet niet per se zo 85 andere musicals zien om, 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 om ergens om te beginnen. <laughs> ja. Dus, dus, dus ja, ik, zeg het, ik vind het soms wel eens plezant om te zeggen van oké, okay, ik wil er niet te veel van weten, en dan beginnen. Ja, om een keer... Uh... Ik ga nu al tweede keer ook je onderbreken. <laughs> ja. Slecht bezig met dat. Hey, gaan we gaan we direct toch een keer uh, induiken? En, en omdat je dat nu vrij al vrij expliciet zegt van die musical, omdat omdat er een keer, uh, direct over uh, ja, ja er, over. absoluut absoluut. Oh. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Veertien hey, we, willen we laten we als voorbeeld oh, nemen, boys. Voorbeeld, ja. Dus uh, in de beginnen is er niets. Ja, dus het begint altijd met een verhaal. Dus wat dan ook, um, zij het een film, een TV, een musical, het begint altijd met een verhaal. Dus, dus een, 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 een idee, een basisidee van goh, we eens een keer over dat een musical schrijven. Nu, in het geval van 4045. Studio 100 had daarvoor 1418 uitgebracht, dus het, was eigenlijk, het lag eigenlijk in de lijn van de verwachtingen ja. van we begonnen daar een vervolg op maken. Uh, dan hebben ze wel drie maanden gezocht achter een titel en uiteindelijk komt ze de consultatie dus Het was gewoon 4045. een brainstorm. Dus, en dan... Ja... <lacht> <lacht> dan zijn er een hoop factoren um, die een rol beginnen te spelen. Um, dus een regisseur die er ideeën heeft. Um, de Gert Verdoos die mee een idee afkomt. Um, ja, en dan beginnen ze rond al die ideeën een, een verhaal te, te, te breien, dat wordt dan een scenario. En dat scenario dat komt dan uh, terecht bij mij en ook vader Willet heeft ook uh, een deel meegeschreven. Um, en dan ja, dan dikwijls, in dit deze, in deze geval was de, de tekstschrijver ook al redelijk vroeg in het proces begonnen. Dus ik krijg dan een nieuwe politiesteksten dat was ook al gemakkelijk. En dan, dat iets, sorry dat ik je onderwerkt. is er iets dat, dat omgekeerd gebeurt? Als je dat nu zo zegt? Uh, ja, in. in goh. Uh, het kan echt twee kanten komen. Eigenlijk in het geval van musical is het meestal altijd een tekst uh, vanuit waar het start. Ja, okay. dus, dus je hebt is dus... de tekstschrijver van de muziek ook dezelfde tekstschrijver als van de dialogen? Is dat dezelfde? Uh, nee, in, 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 in het geval van 4045 niet. Uh, je hebt vooral de, de Frank die het scenario heeft geschreven. Die heeft ook wel wat dialogen geschreven. Maar de Alain Blom, dus de, de, de liedjeschrijver, die mensen een mens die opereerde eigenlijk onafhankelijk van de, de liedjesteksten. Dus uh, ja, en dan krijg je dat scenario. En dan begint je eigenlijk te denken van... Oké, okay, welke muziek past hierbij? Je begint, het is, in het begin is het vooral veel babbelen. Hè? Je zit samen met die mensen en, en je babbelt veel... Je, ja, het begin is niet echt boeiend. Ik bedoel, je probeert gewoon ergens een lijn, een lijn te vinden en, en veel tetteren en, en veel babbelen en zien: van oké, okay, wat kunnen we doen? Wat denkt u van deze, wat denkt u van dat? Af en toe je het luisteren, er wordt wel eens een voorbeeld op tafel gesmeten. Um, en dan begin de demos te maken. Dus dan, dan krap ik in mijn, in mijn kop en dan begin ik demos te maken en ideeën uit te wisselen. En, en, en ja, die demos, demos zijn heel belangrijk geworden hè, de laatste jaren. Uh, producenten, regisseur krijgt nogal een redelijk uitgebreid idee van wat het zou kunnen worden. Dus je moet altijd zien dat die demos goed uitgewerkt zijn. In het geval van musical is dat natuurlijk meestal orkestraal. Dus, dus, dus uh, ik steek die in en ik laat mensen komen voor te zingen, dat we zo'n een beetje een compleet idee krijgen. En ja, zo ontwikkelt dat. Hè. En op de zoveel maanden komen ze dan samen met de, dat noemen ze dan de creatives. Dat uh, is gewoon een woord eigenlijk. Uh, en. Uh, ja, dat wordt dat belasterd. en ja, oké, okay, zouden we deze niet doen, is dat, ja, vind ik wel goed, dat vind ik niet goed. Dus ja, dat is, een, dat is een proces in constante evolutie en eigenlijk blijft dat doorlopen tot het moment dat die, dat die musical dan eerste weer op de plankje komt. Hè. Ik, ik heb situaties meegemaakt met de Frank, met de Frank kan dat gebeuren, dus van zo'n uur voor het musical, voor de première, zo van... Uh, kun je toch nu een underscore schrijven voor, voor uh, die scène? Uh, ja, Frank, oké, okay. geen chance. Ik zit op mijn bureau, ik kan dat wel gaan doen. En dan, ups, <laughs> doorsturen. En van zo vijf minuten voordat dan de, de musical begint, zo nog gaat de partituur naar die om De muzikanten, mannen, deze moeten nog spelen op die moment. Ja, oké, okay, dat is goed. Dus, dus ja, en dan achteraf, die première is er, en dan wordt er nog wel eens een keer. Gecheckt van ja, is dat nou goed of niet? Uh, misschien moeten we hier nog een stukje afsnijden of, of misschien hier nog wat korter. Dat blijft altijd. Omdat er natuurlijk heel veel elementen samenkomen: hè? decor, uh, het verhaal, uh, licht, geluid. En iedereen ja, wil natuurlijk wel het best mogelijke uh, werk leveren. Dus als een gelaatsman of een lichtman zegt van misschien zouden we niet beter hier daar of zo, dan wordt daar wel rekening mee gehouden. Dus dat is wel een tof gevoel van team, spirit en zo. Dat gevoel van oké, we werken allemaal aan eenzelfde project en we willen eigenlijk allemaal maar hetzelfde. Dat is gewoon het best mogelijke op een podium brengen. Dus ja, is dat een beetje een goede antwoord op alle vragen of stond ik al een beetje Oh, ik vond dat een beetje. Goh, oh, oh, dat een redelijk oh, antwoord. Niet super interessant. Ook niet zo. Ja, pas op, je moet, je moet denken, menselijk als kik. we hebben niet zoveel kans om over ons op te babbelen. Dus is als we beginnen, dan durft dat ze we wel eens een keer Dat kan hier allemaal, dat, is, dat kan hier allemaal, ja, dat is, dat is, dat is de ah, Dat ah, okay, voilà, Dan is het goed, dan is het goed. Is het goed. Nee, Steve, als, je, als je zegt demo's, wat moet ik me daarbij voorstellen bij demo's? Hoe klinkt dat? Zijn allemaal dingen dat jij inspelt op piano? Of, 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 of... Uh, wel, ja, dus, dus, dus vroeger was het de zomaar. Den dag van vandaag kun je dat niet meer waar maken Dus um, allee, vroeger, pakt 40, 50 jaar geleden, we hadden we nog bijvoorbeeld de componist die aan een piano zet en die zijn muziek voorspeelde onder regisseur op een piano. Maar den dag van vandaag is het natuurlijk allemaal. Uh, ja, we hebben allemaal de software, we hebben allemaal computers, we hebben allemaal de plugins. Dus uh, mensen verwachten ook van: oké, okay, ja, ah, ja, hoe, 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 hoe gaat dat doen? Wat is uw idee erover? Uh, meestal in musical wordt het dan ook achteraf opgenomen met een echt orkest, of wordt dat ook gespeeld door een echt orkest. Maar een regisseur of een producent wil toch altijd wel eens even op voorhand horen van hoe oh, dat gaat klinken. Ja, het dus, dus ja, dus, 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 uh, dat wil zeggen dat ik... je begint wel met een piano demo in de zin van oké, okay, dat is de melodie, dat zijn de akkoorden, dat is de structuur. Maar dan uiteindelijk zie je van ja, oké, okay, hoe ga ik dat orchestreren? Dus, dus, dus uh, dan haal ik mijn, mijn sample libraries boven en dan. Oké, okay, met de strijkers gewoon ik deze doen, met de, de trompetten gewoon ik dat doen. Dus dan maak ik echt een uitgewerkte demo. Uh, om, om te laten luisteren van, van kijk, uh, Dat is de richting. Hè? Goh, ja. Weet je, dat is een proces dat natuurlijk al een tijdje bezig is. En uiteindelijk um, voor een componist of een arrangeur is het natuurlijk meer werk. Ik bedoel, het is niet dat je zo maar op een blad papier kunt zitten en een arrangement te schrijven. Dus je moet het altijd eerst wel um, concreet maken. Maar het is wel gemakkelijk. Het is wel plezant omdat je. Je komt niet voor verrassingen te staan. Mm -hmm. Ik bedoel, vroeger hoorde je de afschuwelijkste horrorverhalen van gasten die dan bij iets voorspelden aan een piano en uiteindelijk komen die dan ineens in een studio met een orkest de regisseur komt luisteren en zegt van, ja, ja oké, okay, dat wil ik niet voor mijn film. Smet dat maar weg, hè? Ondertussen is er wel een orkest van, van 60 of 70 man. Dus, dus, dus terwijl nu van, wetten van oké, okay, het moment dat we in een studio stappen met muzikanten, is het allemaal heel goed geprepareerd en kan er weinig mislopen. Oké, okay, moeten er nog wat dingen worden bijgeschaafd of zo, dan kan dat. Maar je, je staat wel, ja, je staat wel scherp. Ik bedoel, en... en, en voilà. Dan is het... ja, maar... Hij zit met dat team van de Creative Sam, heel in, in dat begin van dat proces. Hè. En hij had vooral zegt, oh, we gaan een eens een doen over, over de oorlog. <laughs> en in een Frank. Frank van Laken. Frank ja. van Laken, hey, of hey, met vijf mensen. En ze is maar aan het babbelen en aan, aan, eigenlijk aan, bijna visueel aan het zeggen wat dat ze eigenlijk wil. Maar dan is dat toch. Mee dan moet hij door een enorm talent in voor dat visueel en voor dat gebabbel. Ik ging zeggen: lol. Voor dat gebabbel. Vond <laughs> oh, <dat lacht> ik, ik fout zit. Voor dat gebabbel te kunnen vertalen naar, naar iets dat zij gaan zien: van ja, dat was hetgeen dat we wel aan de hand hebben qua muziek. Ja, dat is, dat is ook een beetje mijn job, hè? Ja? Alleen dat wordt ook, ook verwacht van mij, dat, dat ik die, die klik maak tussen, tussen hun gebabbel en, en het uh, uiteindelijke resultaat. Uiteindelijk, uh, ik, ja, enfin, ik blijf altijd zo'n klein beetje de analogie zoeken tussen, tussen film en musical, want uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer. Je, je, vertelt, je hebt een verhaal. En eigenlijk, als je dat verhaal hebt, dan heb je eigenlijk al de ruggengraat van jullie project. En... Uh, goh, ik ben ook altijd wel een, een, een ongelooflijke filmmaniac geweest, ik bedoel ik. heb altijd veel filmen gekeken, ik vond het altijd wel boeiend. Dus je pakt er wel wat dingen van mee. En uiteindelijk, de ervaring die je in de loop van de jaren opbouwt, dat, dat assimileert ook een beetje. Hè. Dus, dus je pakt van alles wel een beetje mee. En, uh... maar, maar toch is het, is het niet zo dat je, dat je door zit te luisteren en dat je denkt van oh, ik kan dat eigenlijk in mijn schuif Ik liggen, ik zal, ik zal dat pappen. Je zegt van nee, je pakt al die elementen dat dus ze op die, op die creative meetings aan het zijn zijn. En dan, en dan begin je eigenlijk binnen, natuurlijk met uw ervaring daar had, maar wel op een leeg blad. Ja, 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 wat natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, het is altijd plezant om te beginnen van een leeg blad. Hè? Het feit is te zeggen, dat probeer ik altijd te doen om, om elk project toch een klein beetje zijn eigen taal te geven. Dus als, als je zegt van oké, okay, ik pak een beetje van deze musical, een beetje van die musical. dan, dan krijg je een soort van assemblage van, 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 van gedrukte stukken en dat is niet tof. Allee, ik vind dat toch, bedoel, het is altijd plezant om te zeggen van, oké, okay, we beginnen vanaf nul en we proberen van, yo, deze project toch een beetje zijn eigen taal te geven. Uh, oké, okay, in het geval van musical of in, in het geval van film, dat altijd wel terug naar een orkest. Maar wat kunnen we met dat orkest doen? We kunnen er eigenlijk wel heel veel kanten mee uit, uh, zonder terug te grijpen naar de bestaande voorbeelden. En uh, ja, het is vooral luisteren en, en proberen van, van het, 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 in te vullen, hè, met creatief in te vullen. Hoeveel keer zet hoeveel je er al hoe, hoeveel je er op en hoeveel keer zet je er volledig naast? Oh, dat gaat dan naar die meeting gaan en dat ze zeggen Steve dat had je toch niet zo gezet. <laughs> hoe, well, hoeveel, <laughs> is, dat, is dat een ratio van de helft de helft? Of, of had je zo, nee, ik zet er 9 op de 10 op? Of, uh? oh, dat, hangt, dat hangt een beetje af van het project. Dat denkt ook een beetje af van de mensen met wie je samenwerkt. Hè. Um, ze zeggen altijd van, van, een filmcomponist moet eens één keer op zijn bek vallen. Want anders zit je een filmcomponist. Dus, dus ja, dat is even goed bij mij gebeurd. Ik bedoel, ik heb een keer het verhaal meegemaakt van, van dat je met een film bezig bent en, en, en je schrijft muziek en je maakt demo's en dan uh, krijg je achteraf zo, uh, een regisseur die zegt van Lussert, het werkt niet. Voor mij werkt het niet. Ik bedoel, we moeten het anders doen. Je kunt het nog eens proberen, maar als het niet lukt, moeten we, iemand, moeten we iemand anders zoeken. Uh, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het is ook geen, geen exacte wetenschap. Hè. Ja. Dus het, is, het, is heel, het is heel subjectief. Wat jij vindt, vindt per se iemand anders uh, niet. Dus, dus uiteindelijk is het altijd zoeken van hoe kunnen we elkaar vinden. Soms is er tijd voor, dan is dat tof. Als er geen tijd voor is, dan, dan speelt dat natuurlijk een klein beetje. Ik kan dat wel eens in uw een nadeel spelen. Goh jong, een ratio, ik, ik, ik kan daar niet echt een getal op plakken. Dat is, dat is. Er zijn soms momenten dat je voelt van, oké, okay, we zitten vanaf het begin op één lijn en we zijn vertrokken. En er zijn momenten dat je voelt van, van het gaat gewoon wordt niet lukken. Het, het, maar oké, okay, we moeten die film wel afkrijgen. En... Ja, dat is al een paar keer gebeurd. Dat zijn horrorstories, hè. Dat zijn maaksweren. Wat je voelt van... Dat je elke keer naar de regisseur gaat en denkt van... Wat denkt hij? Ja, ik voel het niet. Ik oh, denk, o dus Christus. Allee, terug, terug naar de tafel. Terug naar de tekentafel en opnieuw beginnen. Ah. Toen dat hij dat uiteindelijk afgeraakt en dat je denkt van... Oké, okay, we zijn er door En dan zo... Premiere, en, en zo van, alleen hebben ze er toch doorgerukt, hè? Ja, maar toch die één scène. Denk ik Oh nee, <laughs> maar alsjeblieft. <zeg. lacht> dus ja, dat kan ook gebeuren. Het is. Het is, het is Weten, voor, voor een regisseur of, of een producent of, of uh, ander creatief, zal ik maar zeggen, is, is muziek soms een heel abstract gegeven. Dat is van, we kunnen dat niet pakken. Wat is dat eigenlijk, muziek? Heel belangrijk, want het kan onze film of onze musical in een compleet andere richting sturen. Um, wat op zichzelf boeiend kan zijn, maar je moet ook rekenen, die mensen die, die hebben, uh, die zijn al maanden, jaren bezig om het ontwikkelen van een, van een, een, een film of, of een musical. En ineens komt moeten die met een pipo binnenstappen en die zegt van, oh, ik heb eigenlijk een idee voor je uw, voor uw film. Ik zou dat misschien zo doen. En die mensen denken van, oh oei. Ik weet het eigenlijk niet. Is dat nou goed of slecht? We weten het niet. Want we hebben al zoveel jaren aan die film gewerkt, dat ik het eigenlijk op een duur allemaal niet meer zo goed weet. Dus ja, je moet ook, het is ook een, 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 een kwestie van heel veel communiceren en proberen van ook een soort vertrouwen uh, te winnen bij die mensen. Want, want ja, elke regisseur die bij mij binnenstapt, is, is, is een onzekere mens. Omdat je weet van, je kan eigenlijk met een film. Kapot maken, Je ah, ja. kan die ruïneren en er is niet veel tijd niet meer voor en er is niet veel geld niet meer voor, dus we moeten wel rap kort op de bal spelen. Hè? Als filmmaker of als producent, dat moet nog een beetje frustrerend zijn dat je, dat je eigenlijk over alles controle hebt. Dat op vrij zwart-wit gezegd, dat je vrij veel controle en over alles en maar dan over maar toch o, eigenlijk ook niet. Maar over dat aspect, wat dat eigenlijk... Ja, als je geen muziek kent en je kunt dat niet schrijven, of je kunt het, ja, dat je zo'n belangrijk aspect eigenlijk moet uit handen geven. Ja, verder zijn er wel bij die, die redelijk goed door te zijn van wat er gebeurt, of die kunnen wel zeggen van oké, okay, ik, uh, ik heb hier een voorbeeld of ik heb ideeën. Uh, in ons job hebben dus bijvoorbeeld een timptrack. Ja. Dat is dus, uh, dus voorlopige muziek die ze onder beelden steken om bijvoorbeeld een idee te geven of de montage werkt of, of ze hebben een visie met producenten of geldschieters, dat ze zeggen van oké, okay, er zal wel wat muziek onder. Maar dan krijg je dat, dus je krijgt die track en dan denk je van oké, okay, ik kan er twee dingen mee doen, oftewel kopieer ik hem, oftewel probeer ik mijn gedachte erover te geven. En dan kom je natuurlijk op heel glad ijs, dan, dan, dan voelde je natuurlijk van oei, ja, we zijn eigenlijk die track wel een beetje gewoon. Uh, is dat niet gevaarlijk zo? Ik zeg ja, ik zeg loop maar proberen. Lukt het niet, dan zetten we een stap terug. Hè. Dus je moet, ja, je moet... Het is altijd een kwestie van de mensen het toch proberen van op hun gemak te brengen. Uh, ik, ik, heb zo ja, ik heb zo in, in, in mijn kotzoen een oude zetel staan. Als ik een regisseur zie binnenkomen, en die uh, begint zijn eigen op een gegeven moment, doet hij zijn schoenen uit en die ligt zijn eigen op een sofa, en dan denk ik van, ah, oké. Okay. We zijn goed bezig. We, we hij, hij is op zijn gemak, zo, ja. hij voelt zijn eigen goed. Uh, pff, um, dus dan denk je van, oké, okay, zover moeten die mensen eigenlijk krijgen. Dus, dus ja, en dan. De rest is is zoeken en proberen, maar, maar dankzij de technologie van vandaag kunnen we dat allemaal. Dus, dus, dus je kunt die mensen niet voorstellen en zeggen: van Kijk, zo, zo goed het uiteindelijk 90% wel klinken uh, als, als we het opnemen met, met een orkest of, of met muzikanten ofzo. Dus ja, dat voordeel hebben we. Dus laten we, ja, we moeten er gebruik van maken. Absoluut. Hoe groot is dat team, uh, Steve? Uw team? Is dat is hij daar? <laughs> 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 um, God ja, yeah, dat is. Heb een is, um... uh, vaste assistent, of vaste mensen? Uh... Uh, Go ja, ik heb wel mensen waar ik regelmatig mee, mee werk. Hè. Je hebt hier onderhand al uh, de, de, de winnaar gehad. Um, voor de rest, uh, ja, ik, ik, ik krijg regelmatig stagiaires ook van, van, van het conservatorium of van de kask of zo. Uh, dat zijn allemaal jonge mensen die iets willen leren, dus ik probeer die ook wel een beetje mee te betrekken in dat proces. Um, pff, soms grijp ik wel eens naar, naar iemand waar ik van zeg: van oké, okay, dat zijn mensen die professioneel al ver staan in, in het vak, dus uh, het, hangt er ook, oh, het hangt er ook een beetje vanaf wat ik budgetair kan. Hè. Ik bedoel, ja, het is een hele centenopslorpende business, hè, veel muziek schrijven. Omdat je rap hebt van, oké, okay, ik heb een klein budget, maar ik wil toch wel iets, iets, iets goed doen. Ik bedoel, gewoon ik hier naar alles met samples doen? Nee, ik wil toch wel eens een paar muzikanten erin brengen of misschien toch een klein orkestje ofzo. Dus, en dan zit je natuurlijk wel rap, ontstrooien. Um, uh, en dan, ja, oké, okay, dan probeer je een beetje te zien, wat kan ik, wat kan ik niet? Doe ik het zelf? Ja, soms dikwijls doe ik het dan allemaal maar zelf. Uh, maar het is af en toe om te kunnen zeggen: van Kijk, ik kan toch eens een deel een beetje aan het einde geven van een stagiair. Oh, soms werkt dat, soms werkt dat niet. Dat is, dat is het risico dat je pakt. Maar, maar, maar uh, um, het. En, en C, ja, los van, als je met Werner werd, Werner Penswaard, voor, voor, voor een opname te doen of zo. Maar in C zette hij, hij zit. Die het BVB ja. Steve Verhart BVB ja die is alleen. het is <laughs> dus, dus dus niet dus dat hij. Zoek. Is het wel? Ja. Moet nog een keer op zoek. <laughs> zeker. Moet al ja. Ja, Dat is interessant. Pieter. <laughs> In bio. Um, <laughs> <laughs> ja. Nee nee. Ik wil zeggen, hij doet dat allemaal zelf. Het is niet dat hij een vaste assistente of een vaste engineer heeft bij u, en die hij, hij kunt ook goed hard met pro tools Hij doet dat allemaal zelf. Ik uh, doe dat allemaal zelf. Ja. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Oh, het was gewoon voor, voor daar, ah, Ik vind dat straf, hè, maar voor, gewoon voor daar een beeld van te krijgen van ja, zit hij. Uh, ja. Oh ja, weet, Je, moet, je moet, ik, ik vind wel dat je dat, dat je dat de weg een beetje moet opleggen, vind ik. Zo. Van, van Je moet toch een beetje weten hoe hoeveel die structuur in elkaar zit. Um, Alleen, ik, ik kan niet tegen de regisseur zeggen van ja, oké, okay, kijk, ik heb deze idee, maar ik kan het eigenlijk niet uit werken, want ik weet niet wat Proto's of wat Logic werkt. Dus, dus ik moet maar eens een keer zien wat ik dat ga doen. Dat, dat kun je niet meer maken. Dus je moet eigenlijk wel toch een klein beetje weten hoe, is, hoe, het, hoe, het, hoe het die software werkt. En, 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 ja, okay, ja. Is, ja. Er is veel techniek dat erbij komt kijken. Maar oh, hij zit er goed in. Um, ik weet het eigenlijk niet. Ik, bedoel, ik kan ermee werken, laat het zo zeggen. Als ik natuurlijk een, een, een studiotechnieker zie, wat die mensen met Proto's omgaan. en ik van ja, oké, okay, die mensen hebben natuurlijk een, een snelheid dat je het nooit kan bereiken, maar dan denk je van, oké, okay, in mijn geval is dat ook niet belangrijk. Ik bedoel, als, zolang dat we maar kunnen communiceren met elkaar, mm -hmm. is, is, dat, is dat voor mij oké. Okay. Ja. Dus. ja, maar dat zijn, ja, ik vind dat straf dat je, dat je ja, dat, dat zijn toch twee heel hè, van uiterst creatief moeten zijn, hè, voor, allez, of een, voor, eigenlijk ja, een, een idee kunnen vertalen naar iets muzikaal, ja, maar dan ook nog een keer dat idee kunnen vertalen, dat thema schrijven, maar dat dan ook weer volledig uitwerkt in demos, ja, dat vraagt toch wel veel skills. Goh, ja, maar, maar, maar ik vind het, het een komt uit het ander, bedoel, weet je, je, moet natuurlijk altijd zeggen van, van stelt muziek als, als, als prioriteit, bedoel. Er draait altijd om. Je moet altijd iets, iets schrijven waar je van denkt van, ja, dat vind ik eigenlijk wel tof, of deze werkt wel. En dan grijpten we de tools uh, om, om het uit te werken. Dus, dus, dus dat is ook wel een beetje een, een soort van hiërarchie gesteld. Dus, dus begin dat met muziek. Um, ik zie regelmatig stagiairs, En waar het soms aan de Zoom is. Dat ik denk van oké, okay, die gasten zijn ongelooflijk goed met, met proto's en cub's en zo. Maar ze vergeten eigenlijk een klein beetje dat het wel om muziek draait. Dus, alleen ja, Dat is zo'n beetje. Dan heb ik altijd zoiets van ja, gasten, vergeet dat niet. Ik bedoel, want want ja, uiteindelijk. Ik, misschien, is iets, misschien is dat iets van een tijd, ik weet het niet. Hè. Misschien zijn die mensen ook zo opgegroeid. Ik bedoel, ik kom nog uit een tijdperk um, dat je, ja, je, je kropt met een paar gasten in de garage en, en je maakt een groepje. Hè. Dus uiteindelijk vertrekt je vanuit muziek maken en, en gaandeweg zieden wel wat er technisch nodig is. Maar, maar in ieder geval wil dat zeggen: ik krijg een opdracht binnen, ik zet me achter mijn piano en ik. Ja, ja wat ik voel bij, ik, 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 bij. mij is het eigenlijk meer ik zit mij achter mijn computer. Mm -hmm. En ik, ik pak gewoon een paar klanken die waar ik van denk: van, oké, okay, deze gaat wel werken. En dat is natuurlijk ook een verandering van werken in vergelijking met vroeger. Maar, maar het feit dat je al die technologie moet te pakken, he, is, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Allee, ik vind dat super, ik juich daar enorm toe. Dat je zegt van, je kunt vanuit, direct al vanuit een sfeer werken. Het is niet van, ik moet een pianopartij spelen en dan moet ik eens even gewoon denken van. Nee, je kunt eigenlijk al direct een sfeer opbouwen met, met bepaalde klanken of, of ideeën of zo. Ja, allez, ik, ik, vind, ik vind dat wel heel plezant. Ik ben wel blij dat ik dat, ik dat kan doen, dat ik het zo kan aanpakken. Dus. Je hebt, er zijn nog mensen die, die werken vanuit, vanuit een piano en een blad papier. Oké, okay. respect, maar. maar je hoort ook, uh, ook sound los van de melodie, nog eens direct. Dat, dat, dat is iets wat je direct ja, ik, wilt voelen. Oh, ja, omdat het, het is allemaal in een pakket is. Ik bedoel, het is niet... Je moet eigenlijk, de dag van vandaag, je denkt alles... In functie van een geheel, een sfeer opzetten, is evenveel onderdeel van, van, van het, 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 de muzikale identiteit, van, van de dingen die je schrijft. Zo, het is niet alleen een, een melodie of... Maar ook ja, wat gebeurt erachter, wat gebeurt er rond. Je probeert uiteindelijk altijd een verhaal te vertellen met je muziek. En ja, dan, dan, dan pak je maar alles wat in je, in je bijzijn ligt om dat verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Hè. Die, die, die mogelijkheid die hebben we de dag van mm -hmm. vandaag. Dus dat is, dat is natuurlijk van maar niet als focus. Ik vind dat wel schoon gezegd. En wij, ook daar, allee, wij, zitten, wij met ook daar. Wij zetten veel meer in de live muziek. Maar wij, ook al veel, allee, wij proberen ons dat toch ook wel een beetje in te prenten. Zo van de techniek is hun doel op zich. een techniek de staat in functie van... Van de muziek, hè? Ja, voilà. Maar soms is dat vrij gevoelig voor u door hen te verliezen, hè? Ja, tuurlijk. Absoluut, absoluut. Ja. Ik bedoel... Pff, ik heb al dikwijls gezegd: dat je zegt van oké, okay, ik kon eens een nieuwe plugin downloaden en je zit ermee vertrokken. Ja. En je maakt er iets mee en dan uiteindelijk op het einde van de rit beseft je van ja, oké... Okay, ik, ik, dat is, gewoon, dat is gewoon dikke bullshit dat ik hierop maak. Dus. <laughs> ja. Maar oké, okay, ondertussen heb ik het wel eens geprobeerd en, en vertrek ik terug van, van een, een nulpositie. Een, een, een nul maar het is, ja, je moet altijd... Ik zeg het, je ja, denkt altijd in, in termen van, uh. van, van de sfeer en je verhaal en, en muziek en zo. En dan de rest zal wel volgen. Dus, dus, uh... Wat dat je eigenlijk ook zegt, is dat het feit dat een technologie dat nu kan, bevordert ook je creativiteit. Aangezien dat je die bepaalde melodieën direct in de goede sfeer kunt zetten en dat je niet alles... Op één instrument moet schrijven. gelijk het vroeger was. om het nu even zwart-wit te schetsen. Ja, ja oké. Okay. Eigenlijk was het vroeger ook altijd zo. Hè. Bedoel, mensen hebben ook altijd wel gebruik gemaakt. van, van, van de middelen die ze hadden. Uh, alleen zijn ze, nu, enfin, zijn ze nu meer uitgebreid. Bedoel, vroeger hadden orkesten. Hebben altijd bestaan. synthesizers bestaan ook al wel een tijdje. Maar uh, de mogelijkheden. Om, enfin, om er zo mee te werken zoals nu. die waren vroeger niet zo uitgesproken. Uh, je hebt nu. je hebt een orkest. Onder uw onder vingertoppen. Hè. Bedoel, je trekt een, ja, een sample ja. library open en je kunt direct een, een, een orkestrale sketch maken. Terwijl vroeger was dat niet. Dan moest je echt al een orkest huren. Ja, en dat was, dat was niet betaalbaar natuurlijk. Dus, dus nu heb je dat wel. Dus dat is. En producenten en regisseurs die weten dat natuurlijk ook. Dus die mensen gewoon zeggen: van ja, oké, okay, hoe gaat dat klinken. Ik zeg: dat is allemaal veel meer werk voor ons, maar, maar, maar uiteindelijk vind ik het ook wel heel boeiend. Dus, dus ja, oké. Okay. Zeg, gaan we Oh, die snelle vraag? Afwerken. En, uh, snelle vraagronde? Om... Jij ja, hebt nog negen vragen. dat is dezelfde van uw lijst, geloof ik. Ja, laten we het nog even aanspreken. Vraag 4. Beloofde kort, hè, <laughs> ja. want... Uh... Ja, je moet mij even toe afknippen. Hè, man. Ja, aan ik, ik blijf lullen. Bedoel... Ik wel knipt. Ik knip juist niks. Vraag 2. vraag 2. Half uur later. Um, op welke serie of filmscore zet het meest trots eigenlijk? Oei, oei. Ehm, um, goh... Um, ja, dat, 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 dat is moeilijk. Ik bedoel, je hebt uiteindelijk... Het zijn allemaal wel een beetje je kinderen, hè? Maar het is wel zo, er zijn bepaalde series um, waar je van voelt. Um, ja, je hebt een vorm van vrijheid gekregen. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, Alex, zal een voorbeeld noemen, pak bijvoorbeeld Eigen um, de producent en de regisseur, dat zijn, dat zijn twee gasten waar ik al, waar ik al redelijk lang mee samenwerk. En die mannen, dat zijn ook gasten die proberen mij altijd wel een beetje te pushen. Zo van, oké, okay, we weten dat dit mogelijk is, we weten dat dat kan. Uh, probeer nou eens een stap verder te gaan. En dan, ja, oké, okay, proberen te denken en, en, en dit en dat. En, en, oh ja, ik weet het niet goed. Oké, okay, laat me dat eens proberen. Is het antwoord eigenlijk kwek? Ja, wat een maat. Wat is het antwoord nu? En nee, zo gaan zo niet bij hen, maar wat? is er moeilijk aan... Op welke serie is het meest trots? Nee, maar, maar ja, bedoel, ik, ik zeg het nogmaals, het, het, zijn, altijd, het zijn allemaal uw kinderen. Hè? Bedoel, er zijn altijd wel aspecten... Maar je toch en... favoriete kenden? Bij Steen. Steen is er drie, maar ik weet het niet. Ook al, je bent toch mijn favoriet? Ja, ja. Nou, bij mij is dat ook zo. Kijk, ook mijn favoriet. Ja, oké, okay, maar, maar ik, 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 ik heb er ook drie, maar ik zie ze alle drie even graag, maar het zijn alle drie verschillende karakters. Dus uiteindelijk. Uh, ...zien ze alle drie even graag, maar. Ook al, okay, ik citeer stille waters. Je bent het trots ah. op stille waters. Nee, 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 nee. nee. Stille waters zeker niet. Nee, uh, nee, nee. nee. Enfin, oké. Okay. Uh, ik, ik zal het proberen van uit te leggen zo kort mogelijk. Uh, <lacht> <lacht> nee, ga ga gang. we zitten hier voor de verhalen. <laughs> nee, uh, stille waters was voor mij. Oké, okay, ik moet zeggen, let, dat was, dat was, dat was uh, een beetje een doorbraak, omdat ik. Uh, bij de VRT, of toen nog de BRT. Toen nog de BRT, dat is een vaste uh, uh, ploeg van componisten. Oh, ze wouden een beetje doorbreken. Uh, ze zijn via, via, via een, een vriend van mij, die net toevallig toen bij Universal werkte, die had gezegd van, ja, belt hem eens op en zie eens wat dat geeft. Hè. Ik, ik was daar toen ook nog compleet niet mee bezig met filmen. Ik vond dat wel boeiend, maar ik, oh, ik, zat, ik, zat, ik deed wel andere dingen. En die gast die belde mij, en zegt, ja, wilde ze iets doen? Ik zeg, ja, goh, ja, ger. En dus ik, ik, ik maakte een demo en die vonden dat tof. En uh, ik had dan het idee van, ja, weet je wat, waarom uh, pakken we die, die stem pakken we niet Imer Queen? En Imer Queen die had toen zo het jaar ervoor juist het Songfestival gewonnen of zoiets. Ik denk, ja, ik kan, kan die maar eens proberen te bellen. Een nou, ja had een nee kunnen krijgen. Of nou, nee, heb dan een nee had je ja kunnen krijgen, sorry. Ik knip dat Het is gewoon een <laughs> beetje arrogant. <laughs> no, ja, oké. No, ja, <laughs> <laughs> dus en, en, ik kom terecht bij dat management van, van e Immer Queen. Ja, een beetje een moeilijke mens. Maar uiteindelijk, Ymir e Queen zelf, dat was een, een zeer toffe mevrouw die fantastisch goed zingt. En, en die was direct bereid om, t, om, om te komen en te zeggen van oké, okay, ik wil daarin zingen. Um, oké, okay, dus die is gekomen. En ja, ik, ik had het geluk dat het, dat werd een hit. Dus ineens in is is zoiets van, oei, een stuk filmmuziek dat, dat op de radio wordt gedraaid, dat ineens begint te verkopen. Uh, straf, dus, dus uiteindelijk uh, was dat wel een aanzet. Maar het probleem was een klein beetje, dat was ook mijn eerste job. Dus ik, 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 ik kan er niet meer in, ik kan er niet in kijken. Ik bedoel, ik heb die serie thuis staan, ik heb zoiets van, ik moet eens, ik moet eens op een goede dag eens een keer nog eens door die serie fietsen, maar, maar ik, dan hoor ik echt... Ik heb nog ik zoveel fouten gemaakt, vind ik. Ja? Ja, dat ik zoiets heb van... van oh, jezus. Oké, okay, ze vonden het tof en, en de regisseurs waren te, te gelukkig en tevreden, maar ik heb zoiets van... Gewoon, man, 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 man. Je moet, je moet nog, veel, nog veel boter aan eten, hè, voor eten. Echt... Wat was een, was een fout dan voor waarin? Ja, dat, omdat je voelt van, 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 dat je nog niet, niet diep genoeg in een verhaal stapt Dat je denkt van... Oké, okay, ik, ik, ik zeg hier wel iets, of ik pak wel een aspect uit dat verhaal, wat ik, wat ik dus wil ga met, met de muziek, maar dat ik denk van... Ik ben niet ver genoeg gegaan. Ik bedoel, uh, met veel muziek kunnen verschillende kanten laten. Uh, dat wil zeggen van je kunt eigenlijk iets. Je, kunt je muziek iets laten vertellen wat je in beeld ziet. Wat eigenlijk de, min, de minst interessante kant is. Ik bedoel, je hebt een beeld, je hebt een verhaal, je ziet acteurs bezig. Moet je dan nog eens met muziek versterken? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het interessanter om iets te vertellen wat je niet ziet of wat je niet hoort, maar wat wel onderdeel is van je verhaal. En, uh, ik weet dat ik best wat als die fout veel gemaakt heb, maar dat, dat zijn typische beginnersfouten. Maar ondertussen is er wel een serie uit, waar je dus kunt horen, ja, de mensen zeggen van oh ja, dat is schone muziek, maar ik denk je van ja, oké, okay. ik moest nog te veel leren. En gaandeweg leer je, maar je, mag, ja, je blijft eigenlijk fouten maken in de zin, tot de dag van vandaag zijn er altijd dingen dat je zegt van, oh ja, deze, deze, daar, maar ja, oké, ze vaak. Ik denk wel dat dat, 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 dat natuurlijk is bedoeld. Dat iedereen wel altijd in de vorm van evolutie is. Uh -huh. En dingen leert onderweg en, en deze en daar. Maar bij Stille Waters heb ik altijd het gevoel gehad van oké, okay, het is mijn eerste job geweest. Ik heb een commercieel succes gehad, dat was mijn geluk. Maar het is mijn eerste job geweest en, en ik was daar nog niet. Hoe was dat ik, ja, ik heb gisteren even uh, uh, opnieuw geluisterd naar, uh, naar die... Begin-generiek, eigenlijk. Hè. He, dat is ook wel een speciaal woord. Hè. De begin-generiek. <laughs> hey, ik wist. Ik, die, die, ja, hoe het is? Stille Waters is mega lang geleden. Hè. Dat, is, dat, is een, een, dat is al een jaar of. Wacht eens even, denken um, Ja, dat is al een jaar of twintig geleden. Ja, dat is lang, hè? Ja, ja absoluut. Twintig uh, jaar geleden ook. Ik was dan vijftien. Uh, <laughs> 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 ja, maar dat is gek. <laughs> Direct wist ik, dat was zo herkend door die serie. Weet je, weet je wel, Ja ja, je? ik was te jong. Ik hoorde ah, ja. mij dan nog eh ah, ja, maar ik, last, man. Ik, ik hoorde de eerste noot van die van, uh, 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 van, van, allez, van die muziek. Ik was direct... En in één minuut wist ik weer hoe dat die serie, en ik dacht dat ik alles door over het zo slecht zou het ook niet geweest zijn. Nee, nee, nee. Ja, maar, ja, maar ik kan wat maar, dat al zeggen. Hè? Ja, voilà. Je moet ook rekenen: um, alles evolueert. Ook, 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 het, ook het concept filmmuziek evolueert. Het is te zeggen: de regisseur en de van vandaag, gewoon rapper, zeggen: van kijk, uh, schrijf muziek voor mijn film, maar laat het alsjeblieft niet te veel opvallen. Pak niet te veel weg van, 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 van mijn verhaal of, of van de acteurs. Hou het een beetje simpel. Dus uh, in der tijd, een melodie als bestille waters, dat, dat kon nog. Want de dag van vandaag is dat allemaal niet meer zo, niet meer zo vanzelfsprekend. Ja. Muziek is een klein beetje een, een, een moeilijk kindje geworden in het proces van filmmaken. Omdat veel de er een beetje bang van hebben. Je, je pakt nu je muziek de attentie weg van mijn film. Mm -hmm. Zodat je zoiets denkt van, ja, maar de muziek mag je het ook wel eens een keer overpakken. Daar, daar is niks verkeerd mee. Maar je voelt dat dat toch allemaal ook een beetje veranderd is. Dus ja, okay. En dus, is het een begin, Hendrik, in die zin anders? Dat is toch een beetje. Zo'n hetje dat je dan moet. Dat, dat, dat. Goh, de dag van, ik heb bijvoorbeeld heel veel begingenerieken de dag van vandaag. die, die eigenlijk songs zijn. Ze ja. pakken een song van een artiest. Ja. Of, of ze werken samen met een platenfirma. Um, Allee, een van de laatste series die ik gedaan heb was, was undercover. Uh, nee, het was Blackout. Ja, Blackout. En dan uiteindelijk, ja, de begingeneriek is, is een song. van een beginnende groep. En dat werkt op zichzelf. goed. ik bedoel, er is niks verkeerd mee op zichzelf. Maar uiteindelijk voelde van dat het ook zo een beetje een situatie is van. Oké, okay, we proberen ook een beetje een artiest zijn weg te laten vinden. Aan de begingeneriek is een goede uh, manier uh, om dat te doen. En mensen uh, zijn, rap, zijn rapper mee met een song. Ze rappen mee met een song. Ze horen een song en ze denken van, ah, oké, okay, ah, dat is tof, dat is een tof liedje. Schrijf dat eens op, wie is dat? Dus ja, pff, het is, het is, je voelt ook de invloed, al langer meer van, van songs in een film of in een serie wat kan hè, bedoel soms werkt dat gewoon goed, je moet dat ook durven toegeven. Als dat zo goed werkt, dan werkt het goed. Maar het geeft natuurlijk minder ruimte voor, voor, voor echte muziek. Ja, is dat is zo, natuurlijk. Mm -hmm. En, en waar je dan net over Stille Waters bezig wordt, als je dingen dat goh tof succes, maar ben er niet zo trots op, wat dat je naar eigen kweek, had zoiets van ja hier heb ik wel volledige vrijheid gekregen en ben ik wel heel trots op. Uh, ik, ja, om, omdat we met eigen kweek toch wel een beetje de kans hebben om, om een beetje een eigen palet te maken. Ik bedoel, je hebt sommige regisseurs die zeggen van, ja, doe maar iets, doe dit. En ik zal wel zeggen dat ik het goed vind of niet. Dus je krijgt een, 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 een canvas om je het uit te proberen. En bij eigen kwik was dat nogal heel specifiek. Uh, en ik weet bijvoorbeeld, bij eigen kwik waren we aan het zoeken en ik had ooit iets gemaakt voor Oud-België. Dus, dus een serie nog x aantal jaren ervoor. En dat was een muziekje dat toen niet werd aanvaard. Voor de, voor de reeks en ik was er eigenlijk ik had eigenlijk zoiets van oh, ik vind het eigenlijk wel tof Pff, maar ja bij het belgen waren ze dan van ja dat is misschien toch iets te veel out of center zo je, je, je gebruikt dat maar voor iets anders maar niet voor hier oké okay, dus goed dat komt in een schaaf Underschool. terecht Underschool. <laughs> en, en uh, in, de, in de in de in de schaaf van gewoon misschien ooit wel eens boven water komen en uh, toen ik ging kweken, ik dacht van ja ik kon toch eens in die schaaf kijken en ik vond dat muziekje... En dat is uiteindelijk een begingeneriek geworden van eigen kweek. Dus die, die donkere bestem, die je zo wat mompelt met, met slidegitaar, dat was een goede kamerad een goede vriend van mij, die, had, uh, die ik toen gevraagd had van Zingt hij? speelt slidegitaar. En, en, en voilà, dat is uiteindelijk een begingeneriek geworden. Maar um, ja, dat zijn dingen die ook op voorhand niet goed. Weet. En um, toen dat ik wist van oké, okay, ah, dat wordt een begingeneriek. dan heb ik zoiets van ja, oké. Okay, de weg ligt open, we kunnen dingen proberen. We moeten niet heel strikt in die oom blijven van film en tv-muziek. We kunnen er wel eens een keer uitstappen. En dat was dan wel tof, dan is dat wel heel fijn. En zeker als je dan ook mensen hebt die, die, die mee in dat verhaal stappen. Niet iedereen stapt mee in dat verhaal. Hè. Er zijn gasten die zeggen van, ja, ze hebben maar een stap terug. Want, want een film kan dat niet halen, dat niet oh, alle, ja. is te moeilijk of, of, of zo. Dus dan, dan oké, okay, dat respecteren dat. Maar, maar sommigen zeggen wel van oké, okay, go, en, en we zullen wel zien uh, waar we terechtkomen. Oké, okay, uh, Steve Willard, we gaan nu nog een keer, de derde keer aan die vragen beginnen. Je <laughs> zegt de laatste kaas. Wat was het eigenlijk, <laughs> ja, dus, uh, Stijn, wil je het nog één keer uitleggen? Dus het snelle vragen. <laughs> <laughs> He? Ja. Oh. En Als die vraagronde gedaan is, dan gaan we een brugskema en beginnen we over uw je jeugd. En hoe dat alles. <laughs> nou, dat is de structuur van onze podcast. Ja, waar vrij goed. <laughs> Vraag drie. <laughs> uh, Steve, zet in de juiste volgorde. Arrangeur, producer, componist, muzikant. Oh man, dat zijn wel vragen. Ja, heen. dat is nog een moeilijk. Dat zijn vragen waar ik zo nu direct een antwoord op kan geven. He? Uh, dat ik een beetje samen met, met, met tijdsperiodes, eigenlijk. Oké, okay, vrouw Vier. daar dat je die weet, zeg maar. Van <laughs> no, die <laughs> pa. Vrouw Vier. Nee, <laughs> dit wordt nog minder, jongens. Favoriete filmcomponist. Favoriete filmcomponist. Oh, man, oh, man. Oh man zeg. Ja, ik, er zijn er veel. Hè. Ik bedoel, ik heb van iedere componist wel een paar favoriete werken. Uh, er is een tijd geweest dat ik, dat ik een grote fan was van Morricone. Er is een tijd geweest dat ik zo wel een beetje fan was van Hans Zimmer. Je ziet soms een film de dag van vandaag en ik denk je: van potverdorie, die hebben ook wel goede dingen gedaan. Maar is op de keel. Wie als gezegd van kijk, ik wil, ik wil maar één iemand, gaan eten. drie ja, uur. Wie is het? Morricone of Hans Timmer? Uh. Goh, en simmer vind ik een beetje arrogant. Zo. Mm. <laughs> Misschien liever niet. Ik denk Morricone, ik denk wel dat dat een mens was die, 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 die gevoelsmaat ook wel. Voilà, met een antwoord. Ja. Zo moeilijk is dat. Okay, okay. Voilà. Va we noteren voilà. favoriete filmcomponist Hende. En de, en de <laughs> Alleen verraad, right. oké, okay, het is goed, schrijf dat maar Morricone. All right. Out of context. Ja, en de. <lacht> <lacht> is zeker dat mevrouw Feef wel ten stagfeef. Favoriete Nederlandstalige popsong? Favoriete Nederlandstalige popsong. Dat moet toch mijn toch zijn, hè? Uh, ja, verschiet nu niet dat je nummer van Ventura is. Hè. Ik bedoel, allee, de mensen hebben fantastische nummers geschreven, maar favoriete Nederlandstalige popsong. Ik weet het niet. Ik bedoel, goh, mi misschien uh, Tim van Wim de Kranen vind ik, altijd. Oh, ik heb altijd wel een fantastisch oei. nummer gevonden. Ja. Er zullen er nog wel eens zijn. Hè. Misschien, misschien binnen vijf minuten kom ik op een nummer van, van, van Groenewoud, of ik weet niet wat, of, zo. of, of misschien toch van Ventura. Uh, ja enfin, oké okay. het is een snelle vraag schrijf maar ook ja, tim van Wim bent in gaat dit niemand kwetsen ofzo <laughs> zes luister hoor ja maar ik kon achteraf wel mee, met de spijt zitten hè, man ik kon achteraf ja. wel met het gevoel zitten van ik had dat moeten zeggen nee ik had deze moeten zeggen in de, ja, nou, dat pakt ook wel veel energie hè. nee weet je wat dan een favoriete uh, song is van natuurlijk had die Rob geschreven. Uh, en het, hij had hem blijkbaar meegeschreven. ik zing alleen voor jou Oh God, Jezus Christus. Ja, 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 dat is waar. Dat was, was mijn, eerste, uh, mijn eerste schrijfsel voor, voor, voor de wil. Allee, in het en uiteindelijk... Moet ik je zeggen, gast. Echt een beste nummer. Uh, ook nog een speciaal productietje, eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Heel jaren tachtig, hè. Amai. <laughs> <eigenlijk, hè. laughs> <laughs> Heel jaren tachtig, ja. Een machtig nummer. Allee. En uh, ik heb dat gisteren opgezocht en ja... Uh... Ik heb een beetje veel door gedaan bij Esther, brak Ja, blijkbaar. Hè? Mijn brak al uh, mijn aan leven. Allee goed. volgende vraag: vraag 6. Uw grootste genot buiten de muziek? Uh, goh, ja, er zijn er wel een paar. Ik, ik hou wel van lekker eten. Ik hou ook wel van reizen. Ik zit graag in de natuur. Uh, ik ben een ongelooflijk bergfriek. Ja, daar gaan we. Volgende vraag: ah, hoppla! <laughs> volgende vraag: bergwandeling of citytrip? Uh, bergwandeling. Garantie. Natuurmens, echt. Ja, absoluut. Veel? Goh, ja, ik heb wel van de oneindigheid. Zo ergens op een plaats komen waar je eigenlijk de horizon niet meer ziet. En dat je denkt van oké, okay, als, ik, als ik na lang genoeg wacht, komt er misschien echt de ook wel een dinosaurus uitgekropen of zo. Hey. Zo, ja, de, de, ik ben al een redelijke dingen. Ik hou enorm van het noorden. Ik bedoel, dat je dracht trekt, iedereen in naar Spanje blijkbaar. Maar ik hou wel van, van, van Noorwegen, uh, IJsland, uh, dat soort landen. Omdat je daar zo nog iets ongerept hebt dat je eigenlijk nergens anders niet vindt. Mm -hmm. en, en ja, ik kon niet zeggen dat dat mij inspireert, maar, maar, maar ik, ik heb gewoon het, het gevoel van, hier ben ik eigenlijk weg van alles. Ik, ik zie ook geen mensen. Of je ziet af en in de verte een, een jogger of, of, of nog een eenzame wandelaar. Een eiland. Of ja, ja okay. voilà. ja dus dat is ze ontwenden en zie je niet eens een, een, een kuderend of een Nederland voorbijgippen. Dus uh, dat vind ik wel tof, omdat ik wel voel dat dat, dat vooral zoiets uh, mijn kop nogal leeg maakt. en daar is even wel eens nodig. Mooi. En moeten we moet dat dan zien dat je dat bijna jaarlijks zal gaan doen, dat je echt, doelbewust echt gaan, gaan wandelen daar en die, uh... Ja ja, ik, ik probeer dat jaarlijks wel te doen. Oh. En, en als het kan zelfs meerdere malen, maar daar maar, ja, okay, denk ik een beetje van te werken. Alleen of met andere mensen? Of? Uh, ja, er was soms wel eens iemand met mij, maar het kan ook wel eens alleen zijn. Het kan ook wel eens... Allee, mijn kinderen en ik, wij, zijn ook, nou, wij durven ook zo eens om, om het jaar of om de twee jaar een, een tripje doen. En dat gaat toch eigenlijk ook wel meestal naar stilte en natuur. Hè? Dus uh, ja, het hangt er een beetje van af, je hebt er mee wel. Hm. Je hebt er hoesting verder. O? Dat is niet iedereen, maar oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, 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 dat was een aanvaardbare vraag. Uh, <laughs> een kort antwoord. Kort antwoord. <lacht> <lacht> het volgende: bier of wijn, Steve? Ja, oké. Okay. Dus. Uh, <laughs> ik, ik, ja, ik drink niet. Dus, dus, dus ja, voilà. Dus, dus eigenlijk geen van de tweeën. Nooit gedronken? Uh, wel eens geprobeerd, maar het, het, het smaakt mij niet. Nee. Ik krijg het niet binnen. Dat is. Ja. Ik zal waarschijnlijk. De enige muzikant in België die ja, dat niet drinkt. Dat is er ook geweest, de Shaq, Die drinkt ook niet. Die ja, drinkt, drinkt ook niet. Ja. waarom ja. niks. Er ah, serieus? Is ja, echt... ja oké. Okay. In zijn context kan ik dat wel begrijpen. Ik bedoel, de mens is ook mijn powertraining en, en, en ja, hij doet natuurlijk wel een, een beroep dat die heel veel fysieke energie juist dus, dus dat verstaan ik wel. maar in, in, mijn geval is er niet zoveel fysieke energie vereist, dus, dus ik zit toch meestal achter een tafel, achter een computer. Dus. Maar nee, dus, dus helaas geen een van de twee. De, de volgende vraag is een open deur. Zijn er een grote film en Kender? Ja, tuurlijk. Maar gaat er dan ook heel veel naar de cinema, checken en zo? Uh, ja, maar ik probeer het vooral te doen uh, vanuit de positie van een toeschouwer. Niet zo van, alleen ik kon uit naar die film en dan kon hij echt letten op de muziek. Nee, nee, ik, ik, ik wil er wel van genieten dus uh, nou het is het al een tijdje geleden eigenlijk ja sinds vorig jaar vorig jaar in de zomer ben ik met mijn kinderen ooit eens een keer in de film geweest nu is het al een tijdje geleden uh, ja, wel bekende reden zo je zoiets van oké okay, je kunt eigenlijk al redelijk veel zien op streaming mm -hmm. uh, wat eigenlijk spijtig is want ik vind dat je een film nog altijd moet zien in, in grote zaal hè, met, met alles erop en eraan ja. die impact is helemaal anders natuurlijk ja. hè? Ja, voilà, voilà. je kunt dat niet vergelijken met, 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 met thuis voor je voor een breedbeeld-tv te zitten en, en, en dan je je van oké, okay, dan zie ik het ook wel. Maar dat is toch, toch niet hetzelfde. Mm -hmm. Dus ja, dus, dus voilà. Dus een zeer grote filmliefhebber. Uh, ik ben... Beurt, ik... We zijn aan vraag tien. Ah, ja, Wacht, maar ik uh, ga <laughs> iets zeggen over de, de filmliefhebbers onder ons. Ik ben van de week naar de, naar de cinema geweest. De, de cinema is er weer open. Hè. Ik ben gaan kijken naar Drunk. Ah, kijk, kijk, kijk. Tof, hè? Aarhouder. Oh, ja. Ah ja, ja. super. Ja, ja. Ik wil hem ook wel eens zien. Ik bedoel, het, het, het druist een beetje in tegen mijn levenswijze, maar, maar ik wil hem zeker wel eens een keer zien. wil <laughs> is hè? Ja, 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 dat kan ik geloven. Kan ik geloven. <laughs> ja, <haha> ja zeker, wel, zeker. Oké. Ja, alle En dan vraag 10. De tabel van Mendeleev of een toonladder? <haha> een toonladder, uiteraard. Alhoewel ik een tabel van Mendelief het is, een keer van buiten kinder. Aha. Oh, dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden. Vertel, Steve. Pas op, daar komt Stijn van brugje. Daar ja. we ah, Daar hebben ze vertrokken. We kunnen beginnen aan het gesprek. Ja. Ah ja, nee. ja, fijn. Ja, ik, ik heb dus ik heb dus, uh, in der tijd uh, scheikunde gestudeerd um, en dus ja, dus dan moest je een tabel van mindelje van baat kennen. Maar ja, ik zijn hem even heb vergeten dan dan heb ik hem kende. Dus, 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 en vanaf moment dat ik de toeladers ontdekte, was het was de keuze wel gemaakt. Maar ik heb wel Allee, ja, ik heb van mijn ouders de kans gekregen om die studie te doen. Dus ik had wel zoiets van, oké, okay, ik, ik, ik zal die afmaken en dan, daarna uh, is, is de, is het, ligt de toekomst open hè, om te doen wat ik, wat ik echt wil. Dus, uh... Ja, maar tevoren worden al met muziek bezig geworden. een band. Ja, u? ja, ja, absoluut, en absoluut. Heb je gehad? Je ouders voor muzikanten, of wel? Uh, nee, 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 helemaal niet. Maar, maar, uh, maar er werd wel veel naar muziek geluisterd. Ik bedoel, ik had, ik had, uh, enfin, mijn vader die had veel jazzplaten. Mm. Uh, een onkel van mij, de broer van mijn moeder, die, die was heel hard in de uh, Beatles, uh, dingen, let Zeppelin, de Rolling Stones. Dus ik ging daar elke weekend, ging ik dan daar, naar die mensen een platen luisteren en die had ook zo'n band opnemen. Dus we maakten dan zelf zo wat muziek zo. Dat was zo nog sound on sound een oude levox. En, en ja en dan ja, dat was dat voor mij zo wel een beetje de aanzet van. Oh, ik wil hier wat ik mee doen. Ik vind het eigenlijk wel heel tof, heel plezant. En dan ergens voelde van. Ja, ik ken eigenlijk wel overweg met een instrument. Ik, ik ben er ook naar de academie geweest en dan studeerde piano en zo. En dan... Ja, van tien komt het aan Dus het is niet dat er instrumenten thuis bij jullie stonden? Uh, nee, 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 Maar ik heb wel, allee, ik heb wel zo lang gezaagd dat mijn ouders een, een piano kochten hè. Van, van ah, ik moet hier iets mee doen, want, want, wat denkt uh, Ja oké, okay, so, dat is goed, we gaan voor u een piano huren en, en, en dan kunnen wij we er wel wat op amuseren. En, en, ja, dus Op den duur zagen ze ook wel van, dat ik dat heel serieus pakte. Dus, dus uh... welke leeftijd spreekt? We dan? Ja, ik ging je Ik ging je vragen. Ik zeg, ik het. Ja, ik ben er eigenlijk redelijk laat mee begonnen. Hè. Dat was zo rond een jaar of tien, elf of twaalf of zo. En ik, ik ben nog altijd op de dag van nadenken, waar dat eigenlijk de naam was. Maar ik denk dat dat vooral een foto was. Ik, ik, ik herinner mij nog vroeger dat ik zoiets een foto zag van een piano. En dat ik zoiets van, oh. dat, dat, dat is het. Ik heb het gevonden. <laughs> en, dan, en dan, ja, dan, mijn ouders een, 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 een speelgoedpiano gekocht zo en ik was daar constant op aan het ont, ont, ontrammelen. En um, ja, dan zei hij, en ik, ik zei toen ook op een gegeven moment van, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet dat studeren, ik, ik wil dat kunnen, ik, ik moet naar een academie of ik weet niet waar, ik, ik wil dat studeren. En ja, en dan, dan mijn ouders zagen ook wel van, oké, okay, hij Miente, hij wel serieus, uh, kom nog eens een stap verder zitten en we gaan gewoon zien dat we hier een goed, buffetpiano piano hebben. En dan, ja, ergens begin dan ook de, de synthesizer te ontdekken. Dat was toen ook zo'n beetje de periode van, van groepen als, als Tangerine Dream, Klaus Schulze, zo die de Duitse groepen Kraftwerk. En dat was, ja, dat was een wereld dat openging. Hè. Dat was zo van, oh shit, wat, wat heb ik hier gehoord? Wat is dat geluid? Wat is dat? Oh, dat is een synthesizer. Ah, oké. Okay. Oké, okay, dus ik kon... Uh, ik kon dingen doen. Ik kon, ik kon uh, vakantiewerk doen. Hè. Dus, dus, dus ieder jongeling uh, deed toen vakantiewerk in de fabriek. En, en voilà, dus ik kwam met die centen ik, uh, mijn eerste Synthesizer kopen. Hè. En dan gaat dat dan, en dan beginnen dat. Ja, Je wilt weten wat er in je zit, en hoe gaat dat, en van waar komt dat geluid, en, deze, en wat zit daarin van binnen. Dus ja, en dan komt er dan nog eens in, en dan nog eens in. En dan ineens besefte van, goh, hoe zit er eigenlijk een orkest in een? Uh, ik wil dat eigenlijk ook wel eens een keer kunnen of, of eens willen weten, en dan begin je eigen daarop te storten. En, en, je wilt eigenlijk zo'n eens een, een hoop tools je eigen maken, met gedachte van als ik dat eigenlijk allemaal zo wel een beetje kan, dan kan ik eigenlijk wel dan ben ik eigenlijk redelijk breed in, 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 in mijn muziek maken. Dan ben ik niet te veel vastgebonden aan een instrument, maar ik kan eigenlijk verschillende hoeken. Uit, zo. Dus ja, dat, dat, is, dat is een soort van exploratie, -tocht dat je mocht. En uh, ja, ja, eigenlijk... Ja, maar dat is toch uh, en... uh, redelijk spectaculair, want er zijn toch heel veel... 90% van de muzikanten gaan die een exploratietocht, of het ging nog nu letterlijk, die laatste zender zei, ja, ze zijn daar toch niet mee bezig. Van, ja, ik wil dat snappen, en ik wil dat snappen hoe dat een orkest waard is en zo. Ja, veel... Goh, ja, ik... De eerste keer dat ik een muzikant en die bewoording moet spreken, dus hm. doe me honest. Ja, maar... maar goh, ik, 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 ik ken genoeg mensen die... die um... Die zeggen van oké, okay, ik, ik wil eigenlijk, ik wil daar niet te veel mee bezig zijn, maar ik wil wel weten hoe er een song in zit. Of hoe er een tekst in zit. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk dat iedereen een beetje zijn pad moet zoeken. En bij, wij, bij mij was dat nogal rap. zo... Um, ik, ik wil eigenlijk wel een soort vakman zijn in mijn job. Zo uh, bepaalde dingen kunnen en, en door me weg kunnen. Um, ik moet niet per se uh, een songwriter zijn of zo. Ik bedoel, er zijn andere mensen die zijn daar veel beter in. Uh, teksten schrijven, bedoel, dat is al helemaal met een dadani. Dus, dus ja, ik denk dat iedereen zo'n beetje zijn pad uit, uitkerft en, en, en dat volgt. Kwam dat omdat je op dat moment ook al naar muziek luisterde waar dat er veel orkesten bij zaten? Um, ja, misschien wel. Misschien wel. Um, ik, ik weet vroeger, feit dat ik kind was, hadden zo heel veel van die um, radioorkesten. Je had zo, uh, uh -huh. Frank Purcell en, en, en uh, Bert Kemfer en, en James Last. En ergens boeide mij dat wel. Zo van, god, je hebt dan een hoop mensen en die beginnen samen te spelen en dat klinkt eigenlijk allemaal niet eens heel harmonisch. Ik bedoel, die spelen niet zomaar op de, op de wilde bouffoir. Dus hoe komt dat die <laughs> allemaal... Hoe komt dat die, dat, die, dat, die, dat die 80 of 70 of 60 mensen samen spelen En dat dat goed klinkt. Hoe komt dat? Oké, okay, dus ik wil dat toch eens een keer uitvissen. Dus ja, dus dat was een aspect van, van het muziek maken dat mij wel ongelooflijk boeide. En dan... Ja, er bestond toen nog niet heel veel literatuur over. Dus je moest, je moest bijvoorbeeld naar Londen gaan om, om daar boeken over te zoeken en zo. En uh, ja, internet, dat bestond toen allemaal niet. Dus, 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 dus je moest bijvoorbeeld naar repetities gaan of zo. Of, of, of bellen bij mensen van, maak eens een keer naar je repetitie. Kom kijken of van je orkest of zo. En dan zo dingen... Ja, probeer zo zelf eens een arrangement te schrijven. Natuurlijk van fouten. Je en, en, en. gelooft 85, 85 keer met je, met je neus tegen de muur, maar je, je leert er wel van natuurlijk. Dus, dus, uh... Die voorbeeldjes die je nu aanhaalt, Stief, dat zijn dingen dat je effectief zelf gedaan hebt. Dus hij, hij zit effectief naar Londen geweest om een boek te gaan kopen daarover. Hij zit effectief gaan aanbouwen bij, bij, bij mensen voor. Maar ja, omdat je, je hebt geen andere keuze. hebt. Mm -hmm. ik, ik was afgestudeerd en ik had zoiets van, ik kwam ik, ik thuis en ik zeg tegen mijn ouders, dus je uh, geef mij een jaar tijd om uh, te proberen met muziek mijn, 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 mijn leven te verdienen. Dus geef mij een jaar tijd. Ik bedoel, ja, Voor hetzelfde geld hadden mijn ouders kunnen zeggen van oké, okay, je zit afgestudeerd, ga een job zoeken uh, bij een BASF en, en, en begin maar. Hè. Je leven kan starten, maar ik had zoiets van nee, nee, nee. Geef mij een jaar tijd, laat mij even doen. En dan beginnen de, ja, dan begin de te contacteren je begint cassetjes te sturen, je begint de mensen te bellen, je begint meis... uh. maar op dat moment, hè, dacht dat waren nog niet semi-professioneel bezig of nee, wel? nee, 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 absoluut niet. Ah, het is niet dat je eh, bij, bij een baan speelde, of dat je ge... studeert <laughs> chemicus geworden. Ja, ja, absoluut. Um, allez, ik heb daar nog een, een, een plezante anekdote over. Dat was, dat was, ik, ik studeerde toen nog en, en ja, dat was zo alle die studie, dus een van God, Jezus Christus, die die Maar dat komt dadelijk toch wel een beetje met mijn strot uit. Ik kon toch eens, een keer, ik kon toch eens, nog eens maar rondkijken. En ik ging toen veel naar muziekwinkels. En ik weet dat, dat ik toen nog de, de winkel in, in Mechelen ben binnengestapt. En de Wenner werkte daar toen als, als, als verkoper. Ja. En ik was daar toen mee aan ja, de babbel gerokt. En de Wenner speelde toen met dingen, met, met toi. Ja, ja. ja. ja dus, dus, dus je kent de mannen. En de Wenner zei: van Ja, god, ja, zit hem. Hij zegt: Het kan zijn dat ik er vroeg of laat daar laat uitstappen. omdat ik mij me meer op techniek kon richten. Als je wilt, kunnen we een plots overpakken. En ik had zoiets van... Oh, oh, mannen. Oh, ja, kom. Hè? <laughs> we komen eens buiten en, 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 en lappen we een prijs. Maar uiteindelijk, ja... Dan, dan achteraf denk ik van... Oh, god, ja, nee, ik, Weet je wat, Ik kon toch eerst die studio hier afmaken. Hè? En ik kon ondertussen wel rustig nog wel een beetje nadenken over wat ik juist wil doen. Is deze het wel? Ik weet het nog niet. Dus, dus ja, je, je, je blijft zoeken hè, totdat je ineens iets vindt. Uh, ik ging ook veel anders, ik, ik had ook zo'n beetje het gevoel van... Oh, ik, ik, wil eigenlijk, ik heb zo een periode gehad dat ik zoiets iets vind ik, zo ik wil eigenlijk studiomuzikant worden. Ik wil eigenlijk in studio spelen. Ik wil in studio spelen. Ik wil mee op platen spelen. En dan, op een gegeven moment, dan doe je dat wel. En dan, dan speelde ik veel platen mee. En zo, en dan is dat wat tof. Maar dan begin je te denken: van... oké, okay, dat is tof, dat is plezant. Uh, wat is mijn volgende stap? Ik wil toch wel een stapje verder geraken. Dus, dus ja, je doorloopt heel dat discours. Omdat het ook allemaal. Het is ook allemaal boeiend en, 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 en je ja, leert veel dingen bij in je weg naar. En, en soms komt de onbewust ergens terecht. Hè. Ik, bedoel, ik ik had nooit gedacht dat ik bij, bij Thura terecht komen. Dat was een cassetje van mij, dat met die mens was... Ik had zoiets van, oké, okay, Vlaamse zangers, ja. Weet je wat, Ik kon een cassetje sturen, de grootste. de, de, de Thura. En die mens die je krijgt dat en die, die zegt zoiets van, allee ik krijg normaal het cassettes van zangers zangeressen en ik krijg ineens eens hier cassettje een met instrumentale muziek waar moet ik dan nou aan mee aanvangen weet je wat ik kon eens bellen die mens en ik begon eens een keer babbelen <laughs> en ja zo stom is het dus gegaan gebeurt in dat jaar dat je zelf de tijd geeft om iets te doen nee ja 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 absoluut ja. absoluut ja ja voilà. dus dat was een, een, een geluk bij een ongeluk hè dat was dat was uh... Ja, dat was een toeval, ik bedoel, voor hetzelfde geld dat die mens dat cassetje had en, en, en weggesmeten we in een kartonnen doos en was dat, niet, was dat contact nooit niet gelegd. En uh, wij ontmoetten elkaar in zijn kantoor en dat was eigenlijk een supertoffe babbel en dat was zo, op een half uur, allee, op een kwartier tijd hadden we zoiets van oh nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ik bedoel, die mens zoiets van, ja, misschien kunnen we elkaar wel vinden in de dingen die ik doe. En uh, ik had zoiets van, ja oké, okay, deze, ja, deze kan een goed begin zijn van. Hè, dus dus uh, de mens speelt... Een carrièreopstapje. Op, ja, maar die net heel veel optredens. Dus ik dacht van, ja oké, okay, als, als ik maandelijks al een aantal optredens heb, dan kan ik toch al tenminste, ja, dan, financieel zou ik toch al wat sterker. Uh, ja, en, en welk jaar spreken we dan? Ongeveer. Uh, dat was uh, 86. Ja. Huh? 86. Dus, dus die, die, die speelde continu bal. Niet we... zeggen, hè? Want hoeveel keer speelde hij hem op een jaar? Ho, ho, man, dat was, dat was, oh, was onwaarschijnlijk. Dus ik, ik, heb, ik, heb die, ik, heb, van, ik heb die periode niet meer meegemaakt. Ik heb, ik heb wel de verhalen gehoord dat hij dat soms 300 optredens op een jaar had. Hè? <laughs> 300, hè? En, en, en dus ja, dus, dus toen ik erbij kwam, was er al ietsje minder. Maar toch, soms hadden wij... Vijf, zes bals achter elkaar, hè, in de zomerperiode. En dat was natuurlijk een, 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 een goede leerschool. Hè. Je werd er niet eens in, in bed gesmeten en, en, en ge, dat was van ja, oké. Okay, ah, ja, okay, je zit een jonge gast hier, ISI voilà, zijn pak partituren. Ja, oké. Okay, um, begint men al te studeren. Dus ja, dus, dus, dus je leert bij en, en je leert ook heel veel van de figuurtuur. Hè, en uiteindelijk kom je dan in een studio terecht en je doet dus wat dingen voor zijn plaat en zo. Dus dan. Bouwt dat een beetje op. En, en van daaruit is, is het een beetje gestart. Dus, dus. Ik Wat vind ook, die mensen wel heel erkendelijk, natuurlijk. Dus. keer samen met Ture die zegt, laten we iets samen doen. En dan? Die belt u. Komt er een repetitie? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, die, die net zoiets van ja, ik vind die cassette wel tof dat jij mij gestuurd hebt. Bedoel, er zitten wel dingen in dat, dat ik zo wel tof vind voor mij. Um, ik weet nog goed, de eerste productie dat ik dan gedaan heb voor de Wilde, dat was. Um, dat was het allereerste uh, gordollied. <laughs> en dat was, zo, dat was eigenlijk een beetje mijn examen, want, want uh, dus, dus wil en zijn de vaste producer, Jean-Cluger, uh, die hadden dus zoiets van: oké, okay, we willen je gast wel een, een kans geven, maar ja, als het niet goed is, dan is de deur. Hè? Dus ik weet nog goed dat ik dus een paar dagen ervoor naar een muziekwinkel ben gegaan en mijn eerste sequencer had gekocht. Want ik, 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 allee, ik startte van nul, hè, dus. Ah, ik moet dat toch weten, een sequencer. Alleen vooruit. En dan uiteindelijk iets programmeren en er was spullen gekocht in de snelte. En dan komt hij in de studio en dat ging eigenlijk vragen hoe. Maar achter de deur stond wel een, een andere arrangeur, zal ik maar zeggen. Uh, om, om in te springen als het, als het complete misting ging. Hè. Dus, oh ja. dus, dus, ik, 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 ik heb het toen niet zo beseft, ik heb het toen ook allemaal achteraf gehoord. Misschien wel al goed dat ik dat, dat ik dat toen niet besefte. Maar ja, ik had zoiets van, goh, ik voel me wel goed hier, ik vind het wel plezant, ik vind het wel tof. Uh, ja, voilà. Dus, en, en ja, dan, dat was, en dan vanaf dan, ja oké, okay, dan was het zo van, oké, okay, tof. Volgende stap is, is een, een plaat dat we gaan maken, dus stap ermee in als je goesting, hè, Dus en dan ja, dat gaat dan gaat dat verder, hè. Hey, er zijn hier wel twee nom gevonden dat ik, uh, dat ik een, keer een half uur kan overbabbelen. <laughs> <laughs> Voor de begin, naam 1, Wiltura, Arthur Makart. Zij is in een bureau, waar was dat? Want ik ben ook nog op audiëntie geweest bij Wil. Ah ja, dat zal wel Maar ze in een bureau dat was in Brussel, in van boven in de Hilton. Als ik me niet vergis. Uh, of zit al dat, zit dat verkeerd bij Gaar Riedrich? Dat is daarna zijn bureau geworden. Ja. Uh, <laughs> ja, toch? <laughs> <laughs> daarna deed hij al zijn afspraak in de Nilton. Maar, maar vroeger was dat Carabiniersplan, dat was eigenlijk juist over de VRT. Ah, ja. Dus dat was zo uh, zijn broer, uh, Stef, die heb je ook nog wel zoet. Nee. 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 En ook niet gekend? Nee. 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 Oké, okay. dus um, die woonde daar en. Um, dus ja, dus die mensen daar zijn, zijn een bureau en ik uh, woonruimte, uh, stokkageplaats. En dan spreek hem daar ook altijd af. Op dat moment, Wiltura is in 88, 86 sorry, uh, al de grote Vlaamse ster? Um, ja, ja fijn, hij is er ook altijd wel een beetje gebleven. Maar hij doet ook zijn, zijn hoogte en zijn, zijn lachten schat Hij weet ook wel van dat hem op bepaalde momenten ook wel... Um, Goed. Con ja, vooral concurrentie. Gerard. Ja, want de koning van, uh, in Vlaanderen is uh, wiltuur. Er wordt daar denk ik niet over uh, gediscussieerd. Of wat? Uh. Boys? Of ben ik aan het over, ben Ik de ik nee, koning ja. Ja. Zeker. Ik wil zo altijd. Je hebt veel Nederlandstalige muziek, maar de koning als zanger is toch wiltuur, denk ik nog koning. altijd. Ja, absoluut. Iconisch, en, 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 en ja, het is ook... Mijn mensheid er ook heel hard voor gewerkt. He. Het is... Het is het Allee, dat zijn wel zaken die ik ook van hem geleerd heb. Dat is van, van zijn on, onwaarschijnlijke werkmentaliteit. Van, van, ja? Ik ben daar dag en... Allee, ja, bedoel... Pff, hij, was, hij was nog veel extremer dan ik, zal ik maar zeggen. Maar, maar, maar hij was daar ook dag en nacht mee bezig. Hè. Dat was, dat was, ik, ik weet nog vroeger, dat was in een tijd van de fax. Dan kreeg ik zo om drie, vier uur s'nachts een fax binnen van... Ik heb een ideeke. En dan ja, was hij altijd in paniek, want ineens gebeurde er. Oh, waardoor wij rinkelen? <laughs> ja, voilà. Wat gebeurt er hier? Ik zeg ja, ik zeg niet. Dat, dat is niet hier dat is een tuurder dan een fax ontsturen dus, <laughs> dus dat soort van situaties komen wel eens tegen met de wil. Uh, maar ja, bedoel, de mensen was ook altijd met muziek bezig. En dat was wel, ja, dat was wel heel tof. Dat was wel heel fijn. Ja. Want tot op een dag van vandaag zit hij nog altijd. Uh, bij wel ture, toch? Hè? Ja, ja, absoluut. Ja, dus dat is. Uh... Dat is 35 jaar, ja, dat we was, dat was samenwerken. Als MD hè? ook, in live? Ja, 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 oké, okay, ja. Dat, dat, dat was, ja, weet je, dat was eigenlijk een soort van, van groepsreform. Uh, in de zin van, uh, ik kwam bij z'n groep uh, in 86 toen, en dan is die groep wel geleidelijk aan zo'n beetje geëvolueerd naar de, de, de formatie zoals ze nu is. Uh, er zijn ook ja, een paar van de oudere zijn weggevallen uh, uh, wegens leeftijd. Wat uh, uh, yeah, nog allemaal. Dus, dus maar, uh, ja, ik heb dat altijd wel een beetje gezien als, als een groepseffor. Maar soms hadden ze van: Ja, man, ik, heb wel een, ik denk dat ik een tof idee heb voor een nummer. Of, of als dat nummer is zo spelen of zo spelen. Dus, uh, pff, ja, 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 ja. Ik heb mij er nooit zo niet echt gezien als een die eigenlijk. Uh, maar wel de. De muzikale sidekick, wel van, uh, van Wil, dan op dat moment. Ja, ja. Als, als de Wil bepaalde dingen uh, te zeggen had, of zo, dan ging dat, ja, ging dat meestal wel via, u ja, via mij. Ofzo, ja. Of we babbelden er op voorhand over, of, of we kwamen dan samen. Of, of, of dan, dan, ja, dan probeerden we zo'n beetje de kruidlijnen te trekken voor de volgende tournee of, of, of de volgende plaat of zo. Dus. En dan moest je dat communiceren met de rest. Hè? Mm -hmm. <laughs> Hoe komt zo'n deken van Wil binnen bij u? Is dat een gitaarpartijtje, is dat een tekst, is dat een... Ja, teksten schrijven doet hem dus niet. Nee. Uh, maar hij maakt altijd wel... Ik enfin, kan, kan overweg met piano, kan overweg met gitaar, dus dat komt mij in die deken af. Um, ja, meestal is er een flart. Ik heb, ik heb, ik heb een, een melodie in mijn kop, ik heb dat zo wat opgenomen, een ik moet eens luisteren, wat denkt kunnen we er iets mee doen of niet? En dan, ja, soms wel, soms niet, dus... Je ja. zit in een band, uh, zijn er nog veel dezelfde gasten? Als, uh, zitten er dan nog dezelfde bij? Het ja. is, is echt lang geleden, Steve, dat ik het nog gezien heb, eerlijk gezegd. Ja, 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 maar ja, ja. Gasten, eigenlijk, toen dat ik begon, uh, als, uh, ja, uh, ja, ik ga een een aantal jaren geleden ja. <laughs> maar dus. Ik was, uh, ik was stagiair bij uh, een firma in Lokeren, ALC, en ALC verzorgde het geluid van Viltura. En zo ga ik eigenlijk Steve voor de eerste keer zien. En ik heb veel shows mee gaan doen als, ja, voor Op de bonen. Dus ja, ik ken wel dat repertoire heel goed. <laughs> maar dus, en dan was dat, ja, dat, dan was dat al... Op dat moment was dat echt al een vaste band die al heel langzaam speelde. Johnny Sack speelde er dan bij. Uh, de gitarist van Kortrijk... Uh... Uh, de de, de jerry. Ja. Ja, ja. ja. Dat is eigenlijk nog de enigste van, van de oude ploeg die, die tot hiertoe nog, nog meespeelt. Ah, ja. De rest... Uh... Ja, de, de Marek Cortesot, die had nog wel kennen Ja, ja. ja. De, de Alain, Alain Verist. Ja. ja. De rummer is veranderd ook, dus de, het is niet meer de Chris van Zeelegem die je waarschijnlijk nog zo te ja. kennen maar nu is dat de, de Gert Meert geworden. Dus en, ja, met die vijf mensen doen het, al dan niet aangevuld met de, af en toe de, de heavy horns. Uh, we hebben ook al eens een keer in... Ja, soms gebeuren er wel eens concerten met, met een groot orkest of zo, of, 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 of met een kleinere bezetting of zo. Dus alles kan, maar uiteindelijk, de, de, de kern van de ploei is nog, is nog altijd hetzelfde. Mm -hmm. En als ze dan, want Turan heeft veel grote dingen te ja. Tura en Turan Vorst, uh, zijn verjaardagsconcerten met symfonisch orkest en zo. Viel dat dan automatisch bij jou? Komt dat dan automatisch bij jou terecht? Uh, die, ja, toch. Wat muzikale laag like betreft wel. Hè, dus wat betreft arrangementen voor het orkest en zo, dat, dat kwam dan allemaal wel bij mij terecht. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was ook altijd wel tof. Omdat druk altijd wel een grote vorm van. Van, uh, van, van vrijheid het was zo. Ze wil dat altijd wel zoiets van: oké, okay, uh, als je een goesting doet over het idee, doe maar, hè, bedoel ik, jaag dat toe. En uh, ja, dat was, 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 was wel plezant. Ik heb nooit niet het gevoel dat er zo ergens zo een strik rond ging, in de zin van: dat moet je doen, deze niet, dat wel. Oké, okay, het was bepaalde voorkeuren of eisen of zo'n of, of kluger. Maar er was altijd wel een goed aspect van: van, van, van vrijheid, ja, doe maar, mm -hmm. okay, go. Eigenlijk is dat wel heel cool en insane dat dat gaat van een kassetje opsturen met een ideetje naar al hetgeen wat dat je nu hebt verteld. Hè. Ja, maar, maar er is natuurlijk veel tijd over ik, maar... ik, 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 ik herinner me nog goed de, de, de eerste orkestrale arrangement die ik dan uiteindelijk geschreven heb. Dat waren dat was de Koningsfeesten. En dat was de we moesten Twee Nummers doen met het uh, BRT Filharmonisch uh, Orkest. En... Um, uh, dat was van ja, oké. Okay, die twee nummers, we hebben ons, uh, ons vaste team van mensen en de wil een BNS-tif gaan van ja, nee, nee. Ik wil, dat ik wil er eigenlijk mijn, mijn pianist bij betrekken, want die, uh, ja, die, dat, dat gaat zeker lukken. En de VRT had zoiets van. Maar ja, die kennen wij niet. Wie is dat, en, en deze en, en, en dat, allez, je kunt dat toch niet riskeren als we dan repetitie hebben met die mensen en dat, dat lukt niet en dan. En de wil dat zoiets van nee, 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 laat die maar doen, laat die maar doen. Dus wat natuurlijk zeer fijn was. En oké, okay, ja, uiteindelijk is het dan wel gelukt. En, en dan, dan zeggen de mensen van de BRT, ja oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel tof. Waarom doen we dat niet? Is het niet een avond? Waarom doen we niet? Is het geen soort van Turijn Symfonie concert? Of ik weet niet niet. En dan is heel de reeks van Turijn Symfonie gestart. Dus, dus, dus ja, de, de, de wil had ook wel zoiets van... Dat heb ik altijd wel fijn gevonden, een nummer zo van... Ja, als ik in met geloof, of, of, of dat, dat klikt goed, of dat gaat goed, dan wil ik die mensen wel een duwtje geven en, en een kans geven. Dus dat was wel, dat was wel fijn natuurlijk. Mm. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Hè. Dus, dus, dus uh, als jonge mens is dat, allez, ook de dag van vandaag, ik, ik denk dat elke jonge mens ook wel ergens een schouwer nodig heeft of een kleine kruiwagen om in effect te geraken, want dacht dag van vandaag is het misschien nog moeilijker dan vroeger. Dus je probeert dat wel te doen, omdat ik dat ook altijd bij de wil gezien heb. Mm. En dat vond ik wel, ah, ik vond dat wel heel mooi, ik vond dat wel heel tof. Was dat effectief een van uw eerste orchestrale arrangementen dat je toen geschreven hebt? Allee. Ja, god ja, ik heb ervoor nog wel eens wat dingen geschreven, maar dat was ook allemaal een beetje, beetje vrijblijvend. He. Dat ja. waren voor, 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 ja. voor uh, of orkesten of oh, semi-professioneel orkesten. hoe waar had hij dat geleerd? Ja, dat ging ik ook van. Ja, waar had je dat dan geleerd? In de het... um, academie gedaan? Maar... Ja, op dat academie leren je piano spelen. Maar waar had leren? ja geleerd? Ja, een, een partituur schrijven voor een orkest. Hoe had je dat geleerd? Ja. Goh, jong, dat was. Dat was... Ja, ik zeg ik, het. Ik, ik, um... Goh. Uh, dus, dus ik, ik vond in Londen wel een hoop boeken en zo, orchestratieboeken en dan begin je die te lezen en dan pr pr probeer je <laughs> met... ja maar ja maar, maar Allee, ja zot. maar ah, oké okay. oh ja zo oh, ja stel ja, dat nee. ook doet de Klaarte boeken zijn ah, ja. ja. <laughs> nee maar, maar zo zot is dat eigenlijk niet want ik ik denk nee totaal niet mm. maar is, is, is dat bij jullie hetzelfde, dat je zegt van oké okay, op een gegeven moment we voor een mengtafel of zo en je begint daar met te werken tot dat gevoel van oké okay, dat is eigenlijk al mijn ding hier we komen een sound mee gevonden en Stap voor stap beginnen erop te bouwen. Eigenlijk is het niet meer dan dat. Hè. Denk... Want, want allee, ja. weet je, bij orchestratie er komt er een hoop techniek bekijken. Je moet weten ja, waar je mee een instrument kunt doen. Ik bedoel, daar heb je een bepaalde range en, en je kunt ja. niet dat en niet deze. Dus dat is eigenlijk allemaal boekenwaasheid. bedoel, dat vind je in boeken. Maar dan je aan de andere kant, uh, ja, ik begon zo wat, wat scores op te zoeken van klassieke werken. En je hebt eigenlijk een heel. Allee, je, hebt, je hebt honderdduizend miljoen CD's ter beschikking. Met allemaal opnames van, van, van de beste symfonieën. En, en bedoel, dat zijn de beste leermeesters. Dus je kocht die CD's en je kocht dan een score. En dan bekijken en beluisteren. En ah ja, wat, wat doet die gast hier? Wat doen die strijkers hier? Ah, oké, okay, oké. Okay, dus, dus ja, gebouwd dat op En ik denk dat dat. Allee, is, is dat niet een beetje een analogie met die ah, wat je? Je hebt toch wel een vrij analytisch brein. Ook dat chemie. Ja, ik denk. Ik denk is, dat, is dat niet een combinatie van. Aangeboren talent, hard werken, veel interesse hebben en uiteindelijk ergens geraken daarmee? Goh, ja, maar, maar dat, is, dat, is, dat, dat geldt voor alles. Hè? Dat, geldt, dat geldt voor ja. iedereen dat hij die, dat die iets doet waarvan hij denkt: van oké, okay, daar ben ik eigenlijk wel goed in. Of, of dat er een buitenwereld wordt aanschouwd van ja, die mens is daar goed in. Dat is eigenlijk. Ja, weet je, je zit, daar, je zit daar ook mee bezig, omdat je dat ook wilt kunnen. En, en je wilt dat kunnen en je wilt weten wat er in je zit. En dan is dat. Ja, dan bleef je erom schroeven en draaien en, en, en prutsen en prullen totdat je denkt van, oké, okay, ik kan er al iets mee doen. Uh, we zullen wel zien. En gaandeweg zullen we nog wel dingen bijleren. Maar, ja, alleen ik bedoel... Pff. Ik... Oké, okay, maar Oké, weet dat misschien niet straf, maar ik denk dat wij dat wel straf zijn. Als je niet met knikkende knietjes naar dat Brussels Philharmonic stapt, hier, in mijn partituur... Oh, oh, dat zal wel zijn. Ah, ja, dat is toch... Dat zal wel zijn, tuurlijk. Je moet ook rekenen. Als je had een keer komen... Ja, 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 ja tuurlijk. Wat dat was... dat komt die nooit hier doen? Hè. Ah. En, ah, ja. en die mannen, die, die, ik, dat was toen het, het, die waren toen met 80 man, 80 of 90 man, en uh, die speelden fouten. Hè. Dus voor mij te testen, voor te zien, zou uh, ik me toeren of niet? Dus, dus dat was allemaal wel heel spannend, maar op een gegeven moment, vanaf het moment dat je voelt: oké, okay, er is een vertrouwensband. Is zijn natuurlijk wel fantastisch, is dat, is dat, is dat geweldig? Dan hebben die mensen hun, hun, hun vertrouwen en dan zeg je: Oké, okay, uh, we, we zijn vertrokken. Is dat, is dat een onbeschrijfelijke kick als, als zo'n orkest, uw muziek begint te spelen? Oh ja, absoluut. Ja. Dat is een kick dat, dat gewoon nooit niet weg. Ik bedoel, dat moet er om geen 90 man zijn. Zeg. Maar zelfs bijvoorbeeld met een film of zo, dat je zegt van. Uh, je, hebt, je hebt daar maanden aan gewerkt in de, in de beslotenheid van je studiotje, tussen je vier muren. En dan ineens kom je naar buiten, en je komt in een studio en er zitten zit een hoop muzikanten en je geeft die een blad mee, met bolletjes en ineens beginnen ze te spelen. <laughs> en bolletjes en stokjes. Ja. Oh, ja, voilà. En die beginnen te spelen en je hebt zoiets van, oh, eind, eindelijk begint die muziek te leven, zeg. Eindelijk, eindelijk. En wat ook plezant is, je weet eigenlijk nooit niet het resultaat totdat je het hoort. Zelfs al zitten met je demo zodanig te, te, te putsen, te prullen, dat je denkt van oké, okay, ik heb een heel adequate weergave van wat het gaat zijn. Het blijft altijd spannend omdat je daarmee je ziet met levende mensen ja, hebt. Ja. En, en die, die gaan er altijd een andere draai om geven dan dat je zelf verwacht. Waardoor dat ook begint te leven, hè? En dat, o, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is super. En dan, okay, dan kunnen we nog zeggen van oké, okay, maar zo, speelt dat zo, maar dan geven je wel het gevoel van, oh eindelijk. Ja, we, we zijn even uit dat demostadium en, en nu zitten we hier ja, met, met, met een groep mensen. He. En ja, dat is geweldig, dat is, dat is super. Ja, mega interessant. Uh, ja, ook aars... ja. Uh, uh, allee, inspirerend in die zin van... Ja, omdat je beslist dat... Ja, ik wil dat kunnen. En dat je dan DIY-geweest zelf... Uh... Is dat in 2025? Uh, uh, ja, een boekje. Uh, ja. boek, eigenlijk dat ga ik daar varen mee gedaan arrangeur, dus ik ga dat dan ook nog een keer <laughs> studeren. Ja, maar, ja, maar oké, okay, maar, maar ik, ik vergelijk het. Ik, ik, allez, ik, ik denk niet dat mijn parcours zoveel verschillend is met, met het parcours van andere mensen. Ik bedoel, um, allez, ik, ik denk dat we allemaal ook wel mensen zijn die, die, die zeggen: van oh, We zijn gebeten door een microbe en we willen dat wel doen. Deze mm -hmm. moeten we doen. Ik bedoel, mm -hmm. we kunnen niet anders. Deze moeten we doen. Dus. Dan denk je van oké, okay, als ik het dan toch wil doen, dan zal ik het even goed doen. Ja, voilà. dan zal ik het proberen van, van mijn best te doen, want, want er zijn nog mensen en, en, en je moet zien dat je toch een beetje een nieuwe weg vindt. En zo. Ik heb het geluk gehad met Tura, ik, ik heb dat ook eerlijk toe. Ik vind dat die mensen in mij een grote deur geopend en dat was voor, dat was voor mij de, de intrede tot, tot, tot uh, het Walhalla. Hè. Van, Wow, Fantastisch hè. je komt hier in een studio en, en geweldig en en dus dus ja dus dat Dat ja, succesvol, hè. succesvol ja. een artiest is altijd... Ja voilà oh, ja. dus 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 uh, oké, okay. je moest wel, je moest natuurlijk ja, wel een, keer eens, ook een beetje bewijzen Je zegt je hebt dat geluk gehad, maar je hebt dat ook wel met beide handen gegrepen en er keihard ja. voor gewerkt. Of... Uh, well, ja, wel voilà, ja, oh. omdat je weet van oké, okay, je krijgt maar een kans. Ja. kans. Is dat een streng tura? Uh, Goh, dat, dat, dat valt wel mee, maar hij weet eigenlijk wel heel hoe wat hij wilt. Het is, het is wel een flexibele mens, vind ik, maar hij weet eigenlijk wel heel hoe wat hij wil. Ja, ja... Als de band niet goed speelt, is dat... Ja, goh, uh, Ja, dat valt wel eens mee. Wij kunnen soms wel eens het gevoel hebben van... Goh, menne, eigenlijk was er een shitconcert vandaag, dat trok op niks. Maar de wil zitten dan van... Oh, de mensen hebben me gereageerd. Hè. Het was toch fantastisch. Het was gewoon een toffe sfeer, met publiek. Ja, en dan gaat hij niet zeggen van... Uh, zeg, daar in maat zoveel. Uh, wat was dat daar? Maar... Uh, ja, ja... Je moet er ook een beetje voor je eigen het maken. Oftewel terwijl van oké, okay, je doet het en je doet het dan goed. of, of terwijl je van... Ik voel het niet. Ja, dat, dat kun je beter iets anders doen. Waarom hadden... Want... Met al die producties dat je, dat je erbij deed en films en series en whatever. Ik heb vrij veel gewerkt, los van de live spelen. Is dat waarom je dat altijd blijven al die shows meedoen? Omdat je dat plezant vond, omdat dat verwacht wordt maar ja, Ik ben hier rond het Goh, antwoorden. Ja, nee, ik, ik eigenlijk om een paar redenen. Ten eerste, ik had, ik had een, het gaat toch zeker in het begin een soort van financiële zekerheid. Um, allee, een, een, ook een, fin, ook een, een soort van uh, werkmanier die mij in staat stelde om tijdens de week de dingen te doen die ik wou. Ik bedoel, in de weekend gingen we spelen. En in de week heb ik tijd voor veranderde dingen te doen of, of, te, of te zien wat ik wou doen. En langs de andere kant, uh, ja, ook cultuur. duur zijn. Die, die, die mens die, die, die sleept je eigenlijk wel mee altijd zo. Je doet zoiets van, tot de dag van Vandaag heb ik soms zo: momenten dat ik zo op een podium zit en erom kijk, en zo denk van godverdorie. Wat een energie. Alleen, ik bedoel, hij is niet over de tachtig, maar die, 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 die doet zijn mond open en dat is, dat, is, dat is nog altijd een klok dat eruit komt. Hè. Dus het, het respect ook wel en ook het gevoel van. Oh ja, ik, ik voel me wel goed hier. Omdat, omdat ook altijd wel. Uh, de omstandigheden waren eigenlijk ook altijd wel goed. Ik bedoel, als we platen mochten, dat was ook altijd wel een goede studio's, dat was wel met goede mensen. Dus het gaat zoiets van: het wordt hier wel serieus gepakt. Niet zo van: allee, kom we gewoon eens iets opnemen. Of. of, of ja, ik kon me gewoon eens schaal zitten. doen. Maar toen moeten we een plaat uitbrengen. Nee, nee, daar heb je altijd wel redelijk goed over gebabbeld en bekeken en, en nummers geluisterd en zo. Dus ja, ik voelde mij er wel comfortabel bij. En ik zeg het nogmaals: ik, alleen, ik had, ik had daarbuiten wel de kans om dan andere hm. dingen zo te doen. Ja. En je kon er direct van rondkomen zo van die live-shows. Nou, ja, dat was direct voldoende. Ja, omdat wij, ik heb zo de eerste vijf maanden heb ik alleen wat concerten meegespeeld. Maar dan daarna ben ik zo alle bals beginnen mee te doen en dat was, dat was, ja, ik zeg het, dat was, dat was bijna per maand vijftien uh, tot vijftien optreden soms, dus dat was, dat was, dat was, dat was wel oké, okay, het is, hij betaald wordt, hij bij, dat is misschien een rare vraag. Hij werd niet betaald als het jonkie dat erbij kwam. Nee, hij was volwaardig lid van. Nee, dat wil je het haalt weten. Nummers moet ik niet weten, maar achteraf gezien, worden dan het dat. Zijn eerste job, dank u dat ik dat mag doen? Nee, dat was. Komt... Um, ja, in het begin was dat wel zo'n klein <laughs> beetje. Hè. Ik bedoel, dat was inderdaad zo van: oké, okay, uh, we zullen wel zien wat, wat, wat groeit en, en wat wat ga geven. Maar dan, ja, geleidelijk aankomt komt er wel eens wat. Een beetje bij op de loonbrief zo, en dan ja. nog een klein beetje, en dan was het zo van ja oké, okay, weet je, je doet ook wat arrangementen en je doet een beetje MD-werk, ja, we gaan dat ook wel een beetje betalen en zo. Dus, dus ja, dat, dat groeide wel stelselmatig, hè. Ja. Dat is altijd fair geweest, hè. En, uh, uw ja, ouders? Absoluut, absoluut, En uw ouders worden dan vanaf dat moment gerustgesteld? Uh, die hadden zoiets van, ja, oké, okay, hij is terechtgekomen. Hij uh, gekomen <laughs> toe. Ja. Voor ja. Voor ze, ze vier? Dat heeft dat toch goed ze gedaan. Voor vier? Ja, 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 god ja, maar... Het, Weet ze dan ook zoiets van, goh, wat gaat die nou doen, Niet gaat muzikant worden. Ik bedoel, oei, 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 oei. Ja, er weer ook een beetje mee gelachen ook. Niet mijn ouders, of zo maar de familie. Zo van, goh ja, man, je kunt toch beter bij de BASF werken of zo. Dan ga toch tenminste wat geld verdienen. Als muzikant ga je toch niet ver mee lopen. Dus ja, dan is er zoiets van, wacht maar, wacht maar, wacht maar. Ik zal je wel eens iets bewijzen. En... Ja, dan dat, dat gebeurt het dan en dan we wel zoiets van: God, ja, oké, okay, dat is toch wel fijn. En mijn ouders die zagen dat we wel goed zitten. Die hadden ook wel zoiets van: Oké, okay, oké, okay man, tof, hè. ik bedoel, God er maar voor en, en, en zie waar je terechtkomt. En ondertussen dus beginnen natuurlijk wel een leven op te bouwen. Dus dan zagen ze ook wel van: Ja, ik kan er wel van leven, ik kan er wel iets mee doen. Dus uh, ja, ja, ik heb dan ook niet zo echt vanuit ouderlijk standpunt veel tegenstand no over nu een beetje overgesproken. Tweede naam dat ik wel dat ik hoorde van, Jean Kluger. <laughs> weet u uiteraard wie dat dat is? Boys. Ongeveer ja. Uh, er bestond een belpap over uh, Jean over uh. <laughs> ja. Dat is de, wat is dat eigenlijk? Voor, voor Tura is dat zijn een manager of zijn een producer of, of ja, dat zijn was een mentor of uh... ja, je moet rekenen, Jean Kluger dat was zo nog ja, vroeger een producer, dat was zo een, een all in one. Pakketje. Dat was platenfirma en manager en producer en geldschieter en dan ook nog publisher en ook nog wel een beetje de nummers kiezen en zo. Nu, voor de Wil was dat wel een, een vrij comfortabele situatie, omdat Jean-Cluger wel zorgde voor een soort van bedje waar uh, de Wil zijn eigen niks van moest aantrekken en uiteindelijk zijn eigen kon concentreren op, op, op nummers schrijven en zingen. De rest weer allemaal wel geregeld door, door Jean-Cluger. Uh, Jean uh, en ja, kluger was zo een, een, een soort van producer dat je vroeger ook Roland verloven had uh, zijn broer uh, de dingen de Roland kluger dus ja dat, dat was, een, dat was een, een, een complete infrastructuur waarin een artiest gebekken en en eigenlijk ja zijn eigen wel goed voelde het was gemakkelijk alles weer geregeld de mannen bedoel oh ja, studio wanneer Jean oké okay, ja die periode die periode oké okay, zeven. wat moet ik zingen Jean oké okay, die nummers oké okay, dus, dus dat was wel Allee, ik heb er ook wel heel veel van geleerd van je mensen. Dat was wel een, een drijvende krachtertuur in zijn carrière. En ook, ja, je steekt er veel van op, hè. Van, van die zijn mentaliteit, van zijn zicht op de zaken, dat was, dat was wel interessant. Oké, okay, we hebben even goed in de clinch gelegen. Maar hij en kleur? Ja, dat is wel eens gebeurd. Dat wil ik bedoel, enfin, die, die willen niet ook. We hebben ook al eens in de clinch gelegen. Ik bedoel, als, als je 35 jaar samenwerkt en dan. Zou het raar zijn dat dat niet zo Dat dat sowieso niet gebeurt, zo, hè? Dus, dus, en, en dat zijn allemaal gezonde zaken, dat zijn allemaal zaken die worden uitgebabbeld. En, en ja, daarna zeiden je van oké, okay, we go on en, en een stap verder. Hè? Met de met Jean, dat was, dat, was, ja, dat, zijn van, dat was een soort van, van, van uh, keizer die, die zo'n beetje over zijn imperium uh, regeerde, maar die ook veel andere artiesten, ja. hè? Uh, Johan Verminen en natuurlijk veel Franse artiesten. Dus dat was zo'n soort, ja, soort van keizer, eigenlijk zo hè. maar maar... Tja, dat was wel heel boeiend zo, dat was wel... Ja, ik vond dat wel vast... ik, ik, ik herinner me nog uit die periode, hè, dat, dat, van, dus een mijn stagiairperiode, ik ben er ook een aantal keer bij geweest, dat Jean Kluger kwam kijken naar, euh, naar de show. Ja, ik kan je wel zeggen dat de sfeer, de algemene sfeer, dat was wel echt letterlijk de keizer die binnenkwam hè ja, 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 dat was altijd. Dat was het? Altijd... Ja, maar ja, ja, niet ja, ja. nee. Ben ik al te overdrijven? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Je overdrijft zeker niet. Nee. Uh, ik kan ik ik, ik me nog voorstellen de anekdote: dat dus de duel had gezegd: van ja, oké, okay, luister mannen. We gaan voor deze tournee toch eens wat investeren in, in stagekledij. Dat is misschien wel eens nodig <laughs> uh, We gaan er we gaan een Versace en we laten voor iedereen een, 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 een schone uh, dingen veston maken, zo, een beetje aparte kleuren en zo. En dat waren vestons, ik weet niet hoeveel dat, dat kostte, maar dat was afschuwelijk duur. Dat was echt afschuwelijk duur. Ja, in mijn geval, die veston moest dan nog een beetje op maat gemaakt worden, want het paste daar zomaar niet in. Dus dat was allemaal een beetje van, ja, oké, okay, de dus schouwers een beetje breder maken, een beetje langer. Beetje... En, um, dus oké, okay, dus dat was een paar keer naar Brussel geweest en zo. En, en we hadden repetitie, een en algemene repetitie zo. En, en we hadden allemaal in ons, we ons veston aan. En de Jaar komt binnen en de Jean zo van, oh, die, die vesten, dat is lelijk. Dat doet, dat is het. Weg. Dat is gedaan. <laughs> dat, was, dat was zo, Een zo, uh, ja, pa, pa, paar tienduizend euro, gewoon de valbak in. Hè? Want, want die vest is in de land ook niet meer gebruikt geweest. Dus dat was de, de invloed van, van Jean Kluger. De, de wil die je beseft had, dat wat er ook wel een beetje bang was soms. En, en de Jean die je die genoot daar soms ook wel een klein beetje van. Zo van ja ik ben hier toch wel een klein beetje de, 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 de man de, man, de man, zo dus, dus, maar ja weet je, van zo'n soort mensen ik weet niet dat dat na nog zou kunnen in deze tijd maar vroeger was dat zo wel... ja dat kon wel dat was zo gewoon deel van het spel zo van, van de, de, de big shot komt binnen en ja oké okay, maar de, de redde hè en, en als je als je zegt van dat deze da, de opspoef weg eruit ja dat was dat gewoon zo dan dan zei je erin van oké okay, zo, oké okay, super dus gaan varen dat wel. Ik, zeg het, ik weet niet dat dat nu nog zou kunnen, zijn, maar, maar, maar toen was dat nog wel zo. Maar dan... Was dat ook zo in de studio? Ja, ja, absoluut, absoluut. <laughs> ja, dat, ja. 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 Oh, nee, dat was toch niet moeilijker uh, of zo? Nee, dat was de Nee, nee, de, de, de Jean kon niet gemoedelijk zijn. Hè? dat was een gemoedelijke mens, maar je moest altijd wel zien dat hem gegeten had. Bedoel, als hij in de studio is. is binnenkomt... dat ook zo. Oh, oh, voilà. ja, dat die koffie eh koffie is belangrijk. <laughs> ah ja 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 wel ja voilà. dus als dus als als je wist als de Jean kwam luisterde een mixen en dat was zo van Ah, un Voile, ik koor het allemaal niet zo goed. Hij wist van, oei, oei, mannen, we moeten hier gaan naar Kofkoek zoeken, want Dat uh, is in de slechte richting. Het, dus, dus ja, dat, dat, dat waren eigenlijk heel kleurrijke figuren. Hè. Dat was, dat was, uh, ik heb nooit er al aan verloven maar ik hoor eigenlijk zo min of meer soms wel dezelfde verhalen van, van dat soort mensen. Dat, dat is een soort van kleurrijke gasten die, die, ja, die ergens binnenkomen en zowel wel een sfeer bepalen, maar op een manier waarvan je denkt van... Oh, ik kan het eigenlijk wel verdragen, ik kan er wel mee om dat je niet zegt dat of dat je het niet goed vindt, ik ben er wel mee mee zo, oké, de genre was wel, wel had er wel goede zicht op, natuurlijk ook vooral uit commercieel standpunt, bedoel hij kon ook wel zeggen van oké mannen, vandaag moeten we deze uitbrengen datte en dan werd hij wel een hit en ja, soms waren dat wel veldslagen ik bedoel, ik weet nog goed toen dat we mooi het leven is mooi opnamen, wat eigenlijk zo een beetje de, de, de start was van een, een, een nieuwe periode, verturen En we waren in de studio bezig. En, en, en ik, van, ik was al een tijd bezig. En ik had zo het gevoel: van... dat zit er iets niet goed. Dat zit er eerst niet goed, maar ik kan er geen vinger op leggen. En oké, okay, proberen en proberen. En nog wat proberen. En, en dit en dat. En oké, okay, je hebt ook een track af. En je gaat zoiets van. Pff, ik weet het niet. De Jean komt binnen s'avonds. En die komt binnen. En, en, ik vind dat niet goed, zegt Oei, oei. Hier zitten wij, drie uur s'nachts. Uh, ik vind dat niet goed, en die, die, die band moet even geraken. <laughs> er, is, er is geen bakkerij meer open voor een koeksknaal al. Ja. Nee, maar uit wel een punt. Hij had wel een punt. En dan denkt hij van: oké, laten we ons proberen, laten we proberen, laten we dat proberen. En dan uiteindelijk komt het eruit, dus dan voelde we wel dat dat constructief moment is. En maar op die moment ja, is het een beetje ontsterven natuurlijk. Dat is zo echt van: van goh, jongens, dat, dat, je kon ook niet meer uitgeraken, wat, wat gaat er hier gebeuren? En. Ja, dan pakte dat er wel bij en dan achteraf zeg je van oké, okay, het is de moeite geweest om het te doen. Hoe en, concreet dan, en, man, en, en van mooi het leven is mooi in de song, hoe had je dat dan oplost? Hoe werd dan, want dat is, een, allez, dat is een grote hit geworden dan. Ja, voilà. Enfin, hoe werd je dat geturnd, of hoe het, het voordeel was, het, het nummer bestond al een tijd, hè? dus het was al een hit geweest in Frankrijk en zo, dus het dus zat al in, in Jean en uitgeverij. Maar dat was, uh, ik, ik was eerst gestart vanuit een optiek, Um, ik had een bepaald idee, en nergens zo alle verwijgen. Ja, je kunt dat gewoon hebben dat je denkt: van. Uh, pff, ik weet het niet. Ik kon het afmaken, maar ik, ik heb het gevoel dat je nog niet goed zit. En Jean komt binnen en je zegt: van. Oh ja, oe, ja, we zijn er nog niet. Uh, oui, je veut digitaal, digital. Ja, men spreekt dan ook altijd in het Frans. Digitaal. Digitaal. Dat was toen uh, in de studio van, van Dan Laxman. En uh, ik zei, oké, okay, digitaal. Oké, okay, weet je wel, het ons proberen van een beat onder te zetten en misschien met een sequencer en zo, en misschien die een op te gaan. En ja, dat werkte dan wel. Dat vond hem dan wel veel toffer. En, en, en voilà, dan heb je zoiets van... Oké, okay, als hij dat zo voelt, dan... dan ja, dan hebben we het wel gevonden, denk ik. Dus, dus, dus. En dan is het zo geworden? Ja, ja, dan is, dan is het zo geworden. En dan, ja... Dat, 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 ja, dat zijn dingen die je op voorhand nooit niet echt altijd kunt zeggen hè. dat is een beetje de, de open deur van ons job uh, ja het, het suggestieve element van, van, van ja soms moeten we maar zien waar je terecht komt hè dus, uh... eigenlijk hij ook heel veel covers gedaan. Hè. of toch bestaande nummers erwerkt en zo Boah, dat valt eigenlijk wel mee hè. Als, als ik dat zo even, even vluchtig overschouw valt dat eigenlijk wel mee uh, hij heeft wel een paar nummers gedaan die bijvoorbeeld dan bij Jean de zaten, die, die eigenlijk al ge, allee, gezongen waren, dus door Franse artiesten. Ah ja, maar dat is... Dus het leven is dus mooi één van was. En er zijn er nog zo'n paar, maar uiteindelijk niet zo echt heel veel. Ah, zo, ja. hè? De meeste zijn toch wel origineel nummers die dan wil schreef, of, of Jean, of... of, of. Je, heel je ook schreef, die dan ook wel ziet. En... Um, ja, dat is toch altijd een beetje wel de kern van zijn van, van, ah, ja, ja, okay, repertoire okay. gebleven. Maar ik dacht dat dat iets meer was. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Uh -huh. De... Worden er vandaag minder covers uitgebracht dan vroeger? Uh, ik, denk, ik denk dat er meer covers. Alhoewel, wacht. Ik moet er even over nadenken. Eigenlijk. Goh, er is wel een tijd geweest dat er veel covers werden uitgebracht. Wegens uh, gemakkelijkheidsoplossingen. Wegens van er zijn niet, goeie, er zijn niet genoeg goede origineel nummers. Maar ik heb toch het gevoel dat het veranderen is. Nee. Um, ja, dat is te beter natuurlijk. Hè. Het, is, het is altijd beter om een origineel nummer te hebben, vind ik. Ik, ik vind een cover. Alleen je moet er altijd een beetje mee oppassen. Ik, ik vind zo. Ik denk, als je een cover uitbrengt, dan moet je wel zien dat je er toch een soort van eigen gezicht van kunt geven. Want anders is het ook maar een kopie van een kopie. En, en er zit eigenlijk niemand niet op te wachten. Dus um, als we een cover maakten van een nummer met de Will of Me iemand anders, dan was het altijd van oké. Okay, Welke draai kunnen we erom geven zodat dat nummer toch ons eigen nummer wordt, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja. Maar nee, ik denk dat er vandaag wel meer terug eigen nummers worden gemaakt. Okay. Zeg, even terug, misschien een rare vraag. Ik hoorde dan daarnet zeggen. Overhaald. overhaald. <laughs> <laughs> ik hoorde u zeggen, ik, ik heb wel een keer in de clinch liggen met Turo of met, met Jean Kloeger. Ik ken je als een, een super inmabele mens. Als je in de clinch ligt met iemand. Dan, dan is dat muzikaal. <laughs> <laughs> of ging uh, dat over de vrouwtjes? <laughs> het, verhaalt, <laughs> ging het over de ja, grootjes. <laughs> nee, 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 dat waren meestal. Uh, uh, moet ik eens zeggen. Ja, dat waren meestal wel muzikale problemen. Hè, van, van, van ik voel deze niet. Ik, ja, ik voel deze wel. Ja, dat soort van dingen. Uh, ik moet zeggen, op, op, op vlak van financiën. Zo menselijk dat waren ook altijd wel je correcte mensen. Alleen ik bedoel, die konden hun eigenlijk niet echt permitteren van, 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 van toestellen te talen. Want dan ja, dat was ook een beetje nefast voor, voor hun zaak. Hè. Dus, dus, dus uh, nee, dat waren meestal muzikale problemen. Uh. Iemand nog vragen Wil over het Tura? Uh, over Wil Tura en Jean Kluuger? Is er nog iets dat je kwijt wilt, Steve? Over Steve? Tura? Ja. <laughs> dat is ieder de moment? Uh, niet eigenlijk niet. Dat ik eigenlijk wel genoeg gezicht heb. <laughs> <laughs> over dat <het> andere. <laughs> Had hij? Uh, even uh, iets anders. Had hij ooit een eigen carrière? Uh, oh, Ambieer, <laughs> <laughs> super jij maar snap wat ik wil zeggen. Ja, ooit ja, als, als frontman, frontman uh, uh, ik weet wat je bedoelt. Ja, uh, is, is dat ooit? Ja, niet. Nee, feit is te zeggen, er is wel, zijn wel eens een keer uh, zij uitstappen geweest, maar ik heb dan ook niet echt geambieerd. Um, ik, ik vond het altijd wel zo, ja, ik vond dat wel plezant om in, in functie van iets of van mensen uh, te werken, of van projecten, of van een film of van een serie. Um, ik had zo nooit het gevoel van, dan moet ik eens even op, 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 van voor op een podium gaan staan en de, de egaars in ontvangst nemen. Um, ik heb dat zo wel eens een paar keer gedaan, sowieso zo 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 occasioneel, dat mensen dat vroegen, ja, ik wilde jij ja geen misschien tien nummers komen spelen? Ofzo. Ik zeg oh, oké. Okay. En dat was eigenlijk altijd wel tof, uh, maar, maar ik, ik heb het nooit het gevoel gehad van, oh, ik moet dat nou per se doen. Soms denk je er wel eens aan, maar uh, de, de drang om andere dingen te doen... Um, is eigenlijk groter. Ik zou eigenlijk wel... Ja, wat, wat ik wel eens zou willen doen, is bijvoorbeeld is echt een, 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 een soloplaat nog eens uitbrengen. Zeggen van, ja, ik heb hier zo eens 50 minuten muziek geschreven. ik wil er wel eens iets mee doen. Um, ook al verkoopt dat voor geen zak, maar dat gaat waarschijnlijk ook voor geen zak verkopen. Maar, maar gewoon het feit van, ja, ik wil het wel eens naar buiten brengen. Ik wil wel eens een keer zeggen van, kijk, uh, daar ben ik ook. Um, lust het maar eens. Maar uiteindelijk heb ik ook altijd wel het gevoel gehad dat ik met de mensen met wie ik werk... Um, ja, dat ik er toch altijd kwam, mijn lijn heb ik kunnen. Dat je er wel uw stempel min oh. of meer overal een beetje hebt kunnen opduwen. Ja, en, en dat ik zo het gevoel heb van: oké, okay, van, ik werk nu met, met, met die mensen of met die mensen samen. Laten we samen proberen van er iets goeds van te maken. En, en zien dat onze, onze pijlen allemaal in dezelfde richting staan. En, en ja, van, voilà, gewoon echt iets goeds. Als je die solo plaat gaat maken volgend jaar, uh, wat gaat dat worden? God, jongen, ik weet het zelf nog niet. Uh, dat zal waarschijnlijk wel een assemblage worden van, van alle mogelijke dingen die ik uh, tot hiertoe gedaan heb. Maar uiteindelijk denk ik ook van ja, het, het zal een beetje hetzelfde zijn zoals Ik project Laat maar beginnen van een leeg blad. Hè. bedoel, je... Oké, okay, maar wat, wat, ja, is, het is het een metalplaat of is het, of is het een R&B of, of Ja, nee, is, het, is, is het instrumentaal? Uh, ja, wat legt uw passie door? Allee, hoe, hoe denk je... Ja. Het zal waarschijnlijk wel iets filmisch worden. Hè? Meer sfeergericht dan, dan een metoplaat zal het waarschijnlijk wel niet worden, maar, maar uh, ik, ik sluit de invloed niet uit dat er misschien wel eens een metalgitaar in bijvoorbeeld of zo. Allee, ja, bedoel, weet ik, ik heb gepakt... Allee, ik, ik, ik probeer altijd zo een klein beetje uh, als, als principe te stellen van met iedereen met wie ik samenwerk wil ik wel iets van leren. Uh, wil ik wel iets van meepakken. pakken. Ja, ik wil altijd een beetje gevoed worden. En, en bij sommige mensen is dat wel zo, dat je voelt van... God ja, die hebben mij wel dingen laten zien. Alleen ja, we hebben het al een paar keer over, over Annelies gehad en Inkepard. apart. Maar uiteindelijk zien die mensen muziek soms door een compleet andere bril dan dat je dat zelf ziet. En dan denk je van: hé, hey, dat is wel interessant. Dat pak ik mee. Dat, 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 dat pak ik mee. Dus ja, dus, 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 ik zou wel zien. Ik, ik heb nu wel een idee van wat dat gaat zijn, maar dat kan misschien binnen een jaar iets compleet anders zijn. Hè. Dat, 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 dat laat, ik, laat ik nog maar even open. Ja. Of een. Uh Steve Wellard en Symphony, met, met al de series en, en filmmuziek daar geschreven. Best of bedoel ik. zou ik wel naar komen kijken, zo, man. Oh, ik, zou oh. dat, ik zou dat mixen, <laughs> Hij is aan het solliciteren eigenlijk. Maar, ja, ja, mijn dan. ervaring met orkest is wat nul. <laughs> ja, maar genoeg, ja. maar ja. Ik ja. <laughs> zal hier een boek kopen. Je doe een cassette <laughs> nog. Ja. een was oh, okay, gelusterd. <laughs> um, ja, ja, ja. Ik ga. Nee, wat moest er nu aan denken? Want, ja, voorbeeld, de Hans Zimmer's. Van, heb je die onderbroek, Nee, nee, nee. Ik oh. Ah oh, ja, oh, zeg maar. Zimmer hebben we samen gezien, dat is fantastisch. Ah, ik ja, het ja. Live fantastisch. Ah, oh, ja, ja, super. Oh, we, we de... In Amerika. Ah, oh, ja, ja, maar dat kan ik wel over dat dat fantastisch is. Um, ja, natuurlijk, die, die mensen werkt op, 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 op zo'n zodanige scope dat dat, dat, hm. ja, dat is groter dan het leven zelf. Ik bedoel, dat, dat, is, um, dat is natuurlijk fantastisch. Ook zijn muziek is natuurlijk wel een beetje gericht op dat... Um, Zeer groot... Allee, veel impact, ja. veel kracht. Bombastisch. Groots, bombastisch. Ja. Um, dan denk je van ja, oké, okay, uh, oké, okay, dat is goed, Lotte die lo lo mensen maar gaan simmeren, ik bedoel, ik, ik, ik heb mijn eigen gedachten wel, hoe ik mijn muziek wil maken, moet ik mij daarop baseren? Nee, niet per se. Ik bedoel... Hey, maar eigenlijk is dat, dat idee dat we hier nu opeens zijn, dat zou toch wel super zijn? Man, ik ben ook supergesteld. Ja. Uh, ik Bedoel dat de VRT zo'n uh, uh, Steve Wellard en, en symfonie uh, doet? Dat is toch? Allee, met al die. Uh, hoeveel, hoeveel reeks naar de hele muziek geschreven? Uh, Allee je moet er geen half uur over nadenken. Nee. We spreken toch niet over vijf reeks, nee? Nee, 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 nee. Het, het zijn er wel een no uh, uh, hoop. Er zijn no uh, uh, dus, cool ja, uh, 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 dus eigenlijk zou dat, dat wel kunnen, hè? Ja, in principe zou dat wel kunnen. Maar ah, voilà. Maar, maar, ja, maar, maar ik, ik kon eens iets zeggen. Bij elke komiek, is, en, en ik pak ook even de woorden van Ansimmer, doet uh, mij, die mensen die net op een gegeven moment zegt van kijk, van alle muziek die ik geschreven heb vind ik uiteindelijk maar 2% goed. En, en ja, ik, ik kon me er wel ergens in vinden, omdat je... Weet je met, met, met film, of, of enfin, vooral met tv, zit dus soms zo gebonden aan een deadline dat je eigenlijk veel moet leveren op korte tijd. En dan denk je achteraf van... Mm, ja, oké, okay, dat is niet slecht, maar zou ik daarna naar buiten mee durven komen? Dat weet ik niet. Uh, dus ja... Dus, ja, en ook, hoe defineer je goed, hè, als je iets tien jaar later terug opnieuw gaat bekijken, je... Je uw idee kan erover helemaal anders zijn, tien jaar later, omdat je meer ervaring hebt. Of omdat je... Ja, en ook het gevoel van: oké, okay, ik heb dat nou gedaan, oké, okay, dat, dat is voorbij, dat is gedaan. Ik bedoel, next level of, of volgende project of ik weet niet wat. Dus, dus ik, ik heb niet zo rap de neiging om, om terug te grijpen. Er, dat is al wel eens gebeurd, hè. Zo, is, zo is ja, ze doen zo is een special of ik weet niet wat, of, of zoveel jaar VRT. Allee, kom, we gaan eens het thema van Stille Waters pakken. En dan werd dat gedaan. En, en, je kijkt dat zo een beetje als een toeschouwer, zo met het gevoel van. Oké, okay, dat is wel tof, maar mannen, dat is eigenlijk allemaal een beetje gepasseerd. Zo. Ik, ik, heb ik nou nog een goesting voor dat allemaal terug te herkouwen? Uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Z hij hij zegt hij, hij geen nostalgische mens? Um, bah, ik, heb wel, ik, bah, ik denk er een beetje van af wat je ermee bedoelt, natuurlijk. Hè. Uh, ik, bah, in de zin ik... van dat je dat belangrijk vindt voor achteruit te kijken en dat je dat. Oh, liever vooruit en nieuwe dingen. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, oké, okay, je pakt wat dingen mee van vroeger. Je denkt er wel eens over terug, of je denkt wel eens van, hey, dat waren toffe momenten, of dat was wel plezant of zo. Maar ja, je hebt toch altijd zo wel iets van, ja, ik wil wel vooruit, zo, zo, Ik wil wel om niet nieuw beginnen, om iets anders. We, 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 we scherpt de pot morgen zo eigenlijk. Dus, ja, omdat we nu weer even bezig worden, kan je nog een vraagje. Eh, vinden dat soms ambetant als het zo snel moet gaan? Eh, vinden dat ook soms ambetant dat filmmuziek of in series dat dat allemaal dat dat soms stukjes maar zijn en dat je dat niet kunt uitwerken naar een naar een echt song? Uh, nu nee, dat is ja. dat zijn de geplogenheden van de job hè. ja En ja. en in, 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 in de relatie daarmee hoe werkt dat zo'n film kunnen dat kunnen dat een keer uitleggen dus je krijgt wat beeld hij krijgt zijn wat temp tracks, hè, met tijdelijke muziek erop. Hoe werd dat dan? Krijg hij telkens een nieuwe versie? Moeten dat inkorten? Kort hij dat zelf in? Hoe, hoe, kunnen, dat, kunnen ze wat meer? Ja. Uh, um, dat ja. Van begin op met een scenario, ze sturen je een scenario door dat je dan kunt lezen. Op basis van een scenario kunnen we wel wat ideeën opbouwen. Maar wat ik de laatste jaren probeer te doen, dat is eigenlijk al, al redelijk vroeg uh, betrokken te zijn met, met elk project. Dus on, ze zijn aan het filmen en je om die mensen: kijk, lustig, als je al eens foto's hebt of, of, of beelden. Of, of... Sorry, dat kun je eruit knippen. Um, <laughs> dat is van die goede koffie hier. En um, nee, van. van stuurt mij me, stuurt me al van alles door. Die cynische opmerkingen gaan we eruit knippen, ja. <laughs> en er is nog te staan, waarschijnlijk. <laughs> um, nee, zo van, van. stuurt mij al dingen door dat ik ze wel eens een keer. Uh, een idee van hoe het er goed uitziet, want uiteindelijk heb je wel te maken met een beeldmedium. Puur dus, foto's dus... van een set, bijvoorbeeld. Ja, foto's van een set of dat met close-ups zijn of, of, of ook zo wat ze dan noemen, daily's. Uh, uh, dus shots die ze gedaan hebben tijdens een dag en die zitten ze dan op een site en je kunt dat dan bekijken. En op basis van dan zoal is een keer een soort van uh, suite te maken zo van, ik gewoon eens 15 of 20 minuten muziek maken gebaseerd op wat dat ik je gezien heb. En. Uh, en daarmee gaan we starten. En dat stuurde dan door naar de regisseur of naar de monteur. De monteur dat dan meestal nog moet beginnen. Maar ze zitten eigenlijk al heel vroeg in dat project hebben we het al heel vroeg een, een samenwerking. Uh, de monteur gaat zeggen van oh ja, oké, okay, deze vind ik wel tof en die suite. Ja, deze niet, hier kan ik niks mee doen, maar deze wel. Dus hij weet al van oké, okay, we zitten al tijdens het proces van het monteren, zijn we toch al bezig met muziek. En werken we een beetje meer naar elkaar toe. Dat is ook het voordeel van een techniek dat je dan van vandaag hebt dat je dat kunt. Hè. En dat is eigenlijk ja. al, wel al meer werk, dat is dubbel werk, maar uiteindelijk, tegen dat die film af is, zitten soms al met, met, met 60, 70 procent van je muziek. Ja. Omdat je al dus een afslag genomen hebt en nou, ja, vandaag voilà. anders misschien nog in het verkeerde land zat. Ja, voilà. Vroeger kreeg je. En, een... en vroeger, vroeger was dat niet zo. Nee, vroeger ah, ja. was dat van: oké, okay, de film is gelokt. De film is gelokt. Uh, je hebt drie weken tijd om die muziek te maken, en op te nemen en, en paf, gedaan. En dan leveren. En ja, oké, okay. enfin, dat ging ook, hè. maar, maar, maar ja, je had geen tijd om eens een keer rustig na te denken over iets of eens dingen uit te proberen. En, en dus ja, dus, dus het is een langer proces geworden, maar, maar uh, ik vind dat het veel beter is. Hoor. Dus, dus ik... dat ligt eigenlijk uh, relatief dicht, of ben ik verkeerd bij hoe dat je omgaat met musical? Uh, ja, 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 natuurlijk uh, film is natuurlijk, ik zeg het meer dat is meer een beeldmedium, dus gefocust wijgen meer op de beelden, ik ben nu ook niet zo'n echt een scenario lezer geweest, in de zin van ik kon dat verhaal nu eens lezen en op basis van dat muziek schrijven, maar dat is, ja, er zijn mensen die dat wel doen, hè? Dus, 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 dus wel baseren op een scenario, maar wat je dan met musical uiteindelijk wel doet, dus daar heb je nog geen beelden, maar je hebt wel een verhaal, dus dan probeer je op basis van dat toch al muziek te, te maken, maar Maar, maar Steven, wat zei dat je nu, dat je het scenario niet leest op voorhand? Uh, ik zal dat wel doen, maar ik probeer me niet te veel te laten beïnvloeden. Omdat ik vroeger al dikwijls gemerkt heb: je leest een scenario, dat is niet gelijk als een boek. Hè. Je, begint die, je begint een beeld te vormen van dat verhaal en dan uiteindelijk zie je de beelden en is compleet anders dan hetgeen dat je in gedachten had. Dus, dus dat moet je terug vanaf nul beginnen. Dus ik heb zo liever iets van: ik laat mij toch niet te veel beïnvloeden door dat scenario. Ik zal het wel eens een keer zo kruislings lezen, maar, maar, maar Oké, okay, dat is Dat is het scenario. Vanaf nu zitten we met beeld bezig. Dus, dus dat is de reden straf. waarom dat veel mensen niet graag naar verfilmingen gaan kijken van hun boek. Omdat, uh... ja, oh ja, voilà. Omdat dat meestal de vervulling van een boek slaat altijd meestal in het nadeel uit. Omdat ja. de meeste mensen hebben al een compleet beeld van hoe oh, dat vooral er visueel uitziet. En dan zien ze de filmen en denken: oei, oei, shit. Dat was dat het toch niet? Dat is het niet. Dat, 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 dat klopt niet met hetgeen dat ik had. Dus, uh, ja. En... Gewoon in, in het proces van dat van filmmuziek maken, hè. dus die, die, je hebt het x-aantal muziekjes geschreven, die monteur zet dat erop, op die film van een uur, staan er uh, acht stukken van vier minuten van u, dat keer terug, en dan orkestreerde jij heel die film nog eens opnieuw, of hoe doe je dat? Ja, ja, dat is, ik zeg het, dat is een... Een demo die erop staat, hè. de demo's staan erop. Ja, ja, voilà, en... Ja, ik zie het. Dat is natuurlijk een, een, dat is een heel tijdsrovend en, en, en energierovend proces. Omdat je eigenlijk altijd constant opnieuw bezig bent met je muziek te heruitvinden. Die film, als ze monteren, dan. Ja, die, film, die, die scènes veranderen nog. Hè, dus die, die, die timings veranderen nog, die beelden veranderen nog. Het verloop van dat verhaal verandert nog. Maar uiteindelijk zelf heb je dan wel het gevoel van: ik heb al een hoop bouwstenen. Oké, okay, ik moet die bouwstenen nog allemaal placeren en plaatsen. Maar we hebben toch al een richting. En dat helpt natuurlijk wel. Als je verder aan je film begint te werken. Dus, uh, en, en ja, oké, okay, ja, dat kost, ja, het vraagt veel meer tijd, maar, maar het is wel ten goede van, van, van het geheel, uiteindelijk. Dus hoe meer dat die film wordt opgebouwd, hoe meer dat die temtrack effectief. dat gaat van een voorbeeld van iets anders, ik heb een idee, naar iets dat jij geschreven hebt. Of ja, gewoon, voilà, ja, het is, het is altijd zo een beetje de, de, de strijd van, van de componist tegen een temtrack. En hoe kan ik die track eigenlijk. Naar boord ja, zetten en daar iets actief ja, mee doen. Of, of, of nog beter, hoe kan ik de, of, hoe kan ik de regisseurs in een temptrack laten vergeten? Ja. Want die ah, mensen ja, ja. die me die duizenden keren in een temtrak die zijn daar zodanig gewoon aan dat ik altijd moet proberen van, van, van iets te maken wat, wat die wat een temtrak doet vergeten. Dus, dus, dus ja, oké, okay, en dat is voor de ene regisseur is dat anders dan de andere natuurlijk, maar, maar het, is, het, is, het is de uitdaging dat je zegt: van oké, okay, je werkt samen met een aantal mensen, in mijn geval is dat meestal de monteur. En je werkt daar samen aan, naar die film toe. En daar, ik, ik vind dat wel tof, ik, ik, ik hou er wel van. Ik bedoel, de monteur die mag tegen mij zeggen van, kijk, ja, dat stuk muziek is niet goed, want dat past niet in onze film, maar deze wel. En dan denk je van, ja, oké, okay, dat is tof. Dat, dat vind ik fijn. Ik bedoel, dat, dat is een beetje hetzelfde als in de, in de studio met een technieker. Ik vind het wel fijn dat ik met mensen kan werken die, die zich af en toe wel eens omdraaien en zeggen van, pff, man, deze, smet dat er het uit. Dat is toch niet goed? En dan denk je van ja, je bent eigenlijk wel gelijk. Je, je zit zo veel in, in een niche, ja. Ja. dat je eigenlijk niet meer, je ziet je in de context niet meer. Je, je zit zodanig in je eigen wereld dat je op de duur denkt van alles wat je doet is, is wel goed, want dat, dat, dat werkt toch. En dan vind ik het wel tof dat iemand zegt van, van ja, oké. Okay. Ook omdat goede kritiek u weer net een stapje verder doet gaan, omdat je ja, ook omdat je beseft van het is een is een het is eigenlijk een teamwork. Hè. Hmm. En, en, en ja, je werkt samen met mensen. En dan, dan het vertrouwen dat je hebt met die mensen. stelt je wel in staat om achteraf te zeggen: van ja, oké, okay, die zijn een input. en eigenlijk de muziek wel beter gemaakt? Ook al heb ik dingen moeten schrappen of heb ik dingen moeten veranderen. Dus, dus dat, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik vind dat, dat dat wel moet kunnen. Zeg, nou even verder gaan over, over films? Zijn er. Uh... Zijn er akkoord als ik zeg dat je, je wel heel breed gaat? En het soort films dat je doet. En series? Uh, ja. <laughs> <laughs> die denk dat ik al weet wat de volgende vraag is, maar... <laughs> oh nee? Nee nee, Nee? Nee? nee, nee. Kijk... Je... Ja... Allee, ja, well, ik allez, bedoel... Ja, het doet ook... Allee, die dat er daar iets mis mee is, want... <laughs> ik voel doet de FC De Kampioenen. Ik voel hem komen. Oh, nee? oh, ja, <laughs> Ja, maar dat is niet een speciaal verhaal. Het ja, ik... doet ook de FC De Kampioenen uh, ja, uh, soundtrack en ja, dat heeft hij ook gedaan. Ja, ja, ja. Oh, ik... Dus dat, uh, ja, ja, ja. dat is waar allez. Ja, absoluut. Dat is breed, hè? Maar je moet altijd... Eigenlijk, ik heb daar zo onlangs even over beginnen na te denken. Ik ben altijd tot de constatatie gekomen dat ik hier in België redelijk veel comedy gedaan heb. Wat ik niet erg vind. Ik heb me er altijd reuze mee geamuseerd. Terwijl, ik werk eigenlijk ook redelijk veel in Nederland. En daar doe ik heel veel drama. Maar echt redelijk zware dramatische dingen. Dus je denkt van, oké, die er een beetje. Met FC de Kampioenen, dat was eigenlijk... Ik, ik moet eerlijk, eerlijk toegeven, ik heb zelf ook een beetje aan het twijfelen geweest. maar ik weet, ja, ik, ik heb al veel samengewerkt met de, met de Jan, met de Jan uh, Vrij. En uh, die mensen die belde mij op en die zegt: van, Ja, oké, okay. ik, ik zit een beetje in, in ik heb een tweespalt. niet wat doen. <laughs> ik heb een aanbieding gekregen, voor er heeft de kampioenen, wat zou ik doen? Ik denk wel dat ik het gewoon doen zit en denk wel dat ik ermee ga amuseren, maar ik zit er nog niet echt 100% uit. Ik zeg: Ja, ik zeg, als, als jij erin stapt dan zal ik al niet eens een antwoord geven op je volgende vraag. Daar stap ik wel mee, omdat ik wel denk dat jij er de, de knipte regisseur voor de, voor zoiets te doen. En oké, okay, je stapt mee in een verhaal en je denkt van, oké, okay, het is misschien niet echt 100% mijn ding, maar ik heb mij er wel reuze mee geamuseerd. En de mensen die erachter stonden, of die, die, die het team waren achter de film, dat zijn allemaal wel je capabele mensen. Dus die hebben allemaal wel hun best gedaan om die film toch zo goed mogelijk te maken, ook al is dat, is dat uw ding niet. Dus, uh, en ja, met de jan we werken, dat was altijd heel plezant. Er was ook een mens die ook zoiets deed van, ja, mocht er maar echt een film van. Ik bedoel, zeg het niet te veel als een caféploeg uh, in, in een klein dorpje, mocht er echt een film van, Mocht er echt filmmuziek van, bekijk het echt Amerikaans, uh, brek het maar open. Dus dat was eigenlijk wel een tof avontuur. En ja, ik heb, dat, enfin, ik heb drie filmen gedaan. Uh, dat is dat, hè? Eén was nog niet genoeg, hè? je zal er drie dan. <laughs> <laughs> ja, maar dat, dat was, dat was, ik heb me er al, altijd wel fijn mee geamuseerd. Ook uh, los van wat het, de, de mensen ook zeggen. Want ik heb er ook wel. Ja, er zijn wel mensen geweest in het vak die zeggen: van ja, oké, hij heeft de FC de kampioenen gedaan. Mm -hmm. Kunnen we nou toch gewoon de componist op onze generiek zitten die heeft de FC de kampioenen gedaan? En met gaan de mensen onze film misschien wel uh, ja. uh, zien als een uitloper van heeft FC de kampioenen. Maar dan heb ik zoiets van, ja, man Dat is wel kortzichtig ook, hè, maar... Ja, je hebt zoiets van, 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 van voert hè. Ik bedoel, ik heb me er gewoon mee ik heb me, En ik heb dingen kunnen doen dat ik misschien voor een andere film niet had kunnen doen. En dus... Ik heb je daar 100% gelijk hè. Ho, ja, fuck ja, you. It's ja, van, ja, voilà, voilà. Dus, 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 dus dat, dat soort van verhalen horen dan terugkomen en dan denk van, ja, oké, okay, ja. Oké, okay, als ik dan niet voor alle kan werken, dan is het maar zo, hè, bedoel. Mhm. Mm wat? Dus, maar dat is een serieuze filmpje als, als je dat nog niet gezien hebt... <laughs> ik heb ze al drie gezien. Mijn jongste dochter is zo te vallen van FC de Kampioen. Dus, uh, FC de Kampioen goes Afrika. Ik heb de cinema gezien, <laughs> Ja, maar dat, dat, was, dat was... Weet je, dat was een... Allee, dat is een verhaal. Ik zal bijvoorbeeld zeggen... Alex, een kleine anekdote. Dus, dus, dus oké, okay, dus FC de Kampioen uh, gaan naar Afrika. Oké, okay. dus, dat wil dat wel zeggen dat ik toch wel een beetje muziek moet pakken dat, dat af en toe een beetje conform het landschap is en zo. En ik denk van, ja, het zou tof zijn van... Van zoiets te doen met, met Afrikaanse koren en zo. Hoe ga ik dat oplossen? Oké, okay, met het budget dat ik heb. Oké, okay, uh, ik, 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 ik zal eerst iets schrijven. Uh, en ik heb, ik heb achter mijn deur, twee straten verder, is er, is er een asielcentrum. Dus ik denk, ik kan ik eens een keer ik eens een <laughs> kaakje. Ja, ik, ik, ik wil wel eens horen: Bedoel je daar zoveel mensen van, van verschillende gewoon zeker muzikanten of zangers of zangeressen tussen zitten? En er was een, 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 een moeder meer, dochter. En ik zeg ja, ik zeg ik is met die, dat ja, is geen probleem, babel en zo. En die mensen hadden zoiets van ja, we willen dat wel doen, we willen, dat is wel tof. En, en ik zeg: Ja, ik zeg: kom naar mij, ik zeg in mijn studie: ik, zeg, ik, zeg, ik, heb, ik heb wel ideeën, ik, ik wilde gewoon een tekst schrijven ik zeg, en, en, en daar zingen. Um, oké, okay, dus ik had al zo die, die kleur van die Afrikaanse stemmen. Um, ik heb die mensen allemaal heel deftig betaald en zo. Dat is allemaal heel netjes ge ge gebeurd. Um, ik denk van, oké, okay, na die twee stemmen, oké, okay, ik kan je niks aantal keer dubbelen. Uh, goh, weet je wat? Ik moet er nog wat meer stemmen bij hebben. Ik heb nog een, een goede zware best nodig. Oh, de, de Kevin, de Kevin Mulligan ja oké okay, deze uh, ik heb nog wat stemmen. dan heb ik een in in Sarah gevraagd ja ik wilde gewoon ook eens wat komen dubbel en uiteindelijk heb ik ook mijn koor dus, dus ja dat, dat, dat zijn allemaal zo de de trucken van de voor maar uiteindelijk denk je van ja dat was wel een tof avontuur dat was, was wel plezant om te doen zo, dat was wel, was wel leuk eigenlijk dus, dus, ik heb er eigenlijk altijd wel goede herinneringen aan die van zeker en vast mm -hmm. um, gewoon vooral staan voor steen plezier te doen want het had overhaald kreeg hij een budget waar dat je mocht mee doen. Wat dat, waar, voor het gemak van het gesprek, geven ze je uh, 10.000 euro hè, voor het gemak van het gesprek. En daarmee moet het hij doen. En dan heb hij dan de vrijheid van oké, okay, ik ga daarmee gaan oppakken, uh, ik ga. Uh, ja. Ik, ik, dat ik, was een slechte vraag. Allee, het was een ik ja. Hebben we ja. nog wel bewust? We, we snappen de vraag. <laughs> Uh, ja, ja, absoluut. Dus je krijgt een budget en, en, en je, moet gewoon, je moet eigenlijk gewoon zien dat je op tijd levert en binnen het budget. Ah, ja. dus, dus daar komt het eigenlijk op neer. Oké, okay, ze dus moeten natuurlijk ook wel hun muziek goedkeuren en zo. Maar, maar um, als, als je niet achteraf de, de vraag krijgt van okay, uh, of, of, of dat ik de vraag stel: van Kijk, er, kunnen we kunnen nog wat meer geven. Wat ik ook al wel eens gedaan heb. Hè? Maar, maar ja, soms werkt dat, soms werkt dat niet. Maar ja, oké, okay, dat is je budget en daar moet je het mee doen. Ja. Wat je eigenlijk met dat budget doet. Dat, dat, dat interesseert hun dat interesseert ja. niet. Ja. Dus um, ja, ik heb ook al gehad dat, dat, dat ik erover zat, hè. dat erover zet. Dat, dat, dat ik uit mijn eigen zak dan toch maar eens dus een klein beetje erbij betaald. Om, omdat je dan toch wilt: Oké, okay, moet ik naar deze aflevering. Pff, moet ik dan ook mijn samples doen? Nee, het is toch wel tof om toch nooit een paar muzikanten in de studio te hebben. Alleen, ja, ik zal dat maar uit mijn eigen zak betalen. Maar in de meeste gevallen heb je dat wel zelf in de hand, die keuze. Ja, ja, ja. ja dat zegt hij wel. Hè, maar, ah, ja. ja, maar, ja, maar, maar eigenlijk. Eigenlijk, je weet nooit op voorhand hoe, hoe, hoe dat verloopt. Hè. Bedoel, je ja. kunt er serieus in mispakken als je zegt: Oké, okay, je doet iets en het werkt niet. En je moet andere mensen vragen of je moet een nieuwe mix maken of zo. Dan, ja, dan gebeurt het wel eens dat je, dat je voor niks hebt gewerkt. Want het budget tussen slide eigen kweek naar London Philharmonic, ja, dat is wel een groot verschil. Hè. Ja, ja. Ze dus, kunnen je wel zelf maken of niet? Ehm, um, ja. Uh... Is, die, is die nog niet opgevallen? dat als de soundtrack zo'n slidegitaar is. En, en, een... <laughs> <laughs> en een piano. En een Afrikaanse stem. <laughs> Wat als je Wat Wat asielcentrum. het asielcentrum. Voilà, menne, voilà, voilà. Je hebt al mijn trucs, in, Hier, Vierenhort. <laughs> <laughs> um, ja, nee, nee. Um, ja, ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja maar ik, ik behandel altijd de mensen met, met de nodige ega's. Alles gebeurt heel respectvol. En ik betaal ook die mensen allemaal zeer um, zoals het moet. Dus, dus, dus uh, ik... Ik heb me eruit gebabbeld bij deze, dus. dus, oh, dus uh, nee, nee, maar. maar allee, ja, goed, je moet dat ook wel doen met dat taakje. Ja. Nee, want dat moet toch niet, niet makkelijk zijn, eigenlijk, hè? Nee, dat ook... Want dat is nog een aspect van je job. Hè? Je moet creatief ja. zijn, je moet technisch ja, zijn, je moet je ja. demos. Maar ook nog je dat budget moet je een unknown. Ja, dat nog dat dat is een goede businessman. Ja, moet nog een goede uh... businessman zijn, inderdaad. Goh, ja, dat, dat is. Dat is dit een, een, een manager? Goh, ja, ik kip ik heb, ik heb een Engels agent, ja. Maar, maar dat wil allemaal niet veel zeggen. Hè. Dat, dat, dat is toch dat schoon op papier, maar uiteindelijk. Als, als... kost dat geld? Nee, dat kost geen geld. Bedoel, dat kost alleen geld als, als die voor mij een job vindt en, en zegt van oké, okay, die pakt een percentage. Maar, maar, maar dat is ja, ze moeten eerst wel een job vinden. En je zit ook in een, in een wereld die niet competitief is. Ik bedoel, um, als, 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 als je iets wordt aangeboden en een uh, aan Simmer zou zeggen van. Ja, oh, dat interesseert mij ook wel, ja, dat, dan kun je het sowieso al vergeten. Bedoel. Je blijft uiteindelijk. Ja, een componist die vooral werkzaam is in België of in Nederland of zo, en, en af en toe er is een Maar ja, je zit in een hele competitieve wereld, waar het uiteindelijk het aantal componisten veel meer is in vergelijking met de output van, 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 van film en tv. Dus, dus ja, die, dat is een fantastische mevrouw, en, en die je die mij twee jaar geleden het aanbod gedaan. Van kijk, luister, een gast blijkbaar heel veel werkt. Uh, ja, maak ik haar vertegenwoordigen? Ik, oh, ik, ik zeg, stof. Ja, ik ja, bedoel... En is er daar al iets uitgekomen? Um, bijna, bijna. Het is altijd zo, juist op het randje dat je denkt van ja, oké, okay, nou gaat het gebeuren en dan soms gebeurt het niet. Ja, dat, dat is ook de geplogenheden van het job. Is, dat is, je komt in competitie en dan soms komt je in competitie met een mens die, die uiteindelijk wel uh, bepaalde namen heeft in, 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 in het buitenland of ik weet niet waar. En dan weet je eigenlijk al op voorhand van ja, oké, okay, ze gaan kiezen voor een naam. Omdat ze uiteindelijk wel denken van als die naam op onze oh. generiek staat... Dat genereert ook wel een x aantal mensen die op basis van dat wel eens een keer kunnen kijken. Dus ja, dus en, en, en filmmuziek en, en tv series het is ook het is, het is echt big business geworden. Hè? Het is, het is, alles draait om geld, alles draait om co-producties. Wat gaan we hier, wat gaan we deze, wat kunnen we hier nog wat geld betalen? Dat is gewoon de wereld zoals ze mis in. en daar moet ook een beetje in, in, in meedraaien. Dat is, dat is... Is, is ook het probleem niet dat door onze kleine taal en onze kleine afzetmarkt. Die budgetten gaan daar toch ook door naar beneden, als je dat zou vergelijken met iets dat Engelstalig of Franstalig is. Of bekijk ik dat nu te, te nauw? Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? Ik bedoel, de budgetten in het buitenland zijn niet per se groter als, als budgetten hier. Hè? Okay. Nee, nee? Nee, nee. Dat is. Dat is dat zijn... enfin, ja, ik spreek daar nou niet over, over Marvel-films of. Ja, natuurlijk. Maar. Ja, het nieuws valt dat eigenlijk mee. Ik bedoel. Um, ja, die kunnen soms wat kleiner zijn, die kunnen soms wat hoger zijn, maar eigenlijk komen het dat allemaal zo'n beetje rond dezelfde grens. Twee vragen. Zou dat kunnen? Zo'n Marvel-film? Een grote productie, zou dat kunnen? En zouden dat wel doen? Goh, kijk, als, als er mij morgen iemand zou bellen voor het te doen, ik zou niet nee zeggen. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat is wel duidelijk. Bedoel, er kon niemand in mijn job zeggen uh, van nee, ik kon dat weigeren. Bedoel, iedereen moet dat zeker willen doen. Uh, of dat ik daarna per se zo op zit te azen, dat, 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 dat weet ik niet. Ik bedoel, het is niet mijn grote droom om te zeggen van: goh, ik kon bij de nieuwe Captain America de muziek schrijven. De, de... Ik ben eigenlijk altijd heel tevreden geweest met de dingen die ik gedaan heb. Ook al zijn ze klein of zijn ze groot, of ik weet het niet ja. Dus uh, daar heb ik nooit niet zo echt in gekeken. En, uh, bah, ik ben ook al eens een paar keer in, in Hollywood geweest, zo eens is, is een keer ter. ter uh, kennismaking van hoe werkt dat systeem daar. En dan komt, komt er eigenlijk tot een paar bevindingen. Dat is ten eerste dat ze daar niet zitten te wachten op een Belgische componist. Die hebben daar zoveel mensen. Zo'n grote pool van talenten dat je zegt van, ja oké, okay. er hoort alleen binnen als ze het zelf vragen. Maar dan zullen ze altijd wel eerst, eerst zelf in, in, in hun omgeving kijken. En ten tweede, hoe die in dat systeem zitten, dat is, dat is een mooi systeem Ik bedoel Als je die verhalen leest van mensen die daar werken die daar hun carrière hebben opgebouwd, dan denken van, goed, oh, Jezus Christus, Wil dat daarin zitten? Daar zitten op het In welke zin? Ja, ja. Ging je, je ja. Eens, uh... oh, ten eerste, ten eerste in, in technische zin, bedoel, op vlak van techniek, zijn ze. Bedoel, die mannen zeggen van, oké, okay, uh, okay, we bouwen een atmosstudio. Hey, dus dus, dus wij, wij zijn filmcomponist en we gaan ons onze atmosstudio bouwen. Ja, dat soort van zaken, bedoel, dat je uiteindelijk als, als kleinere componist niet dat, je kunt, uh, niet dat je kunt dingen, niet dat je kunt uh, in Boksen. competitie trainen, je niet kunt, je kunt opboksen. Bedoel, die bedoel, je hebt daar een hele infrastructuur die eigenlijk compleet afgesteld is op filmmuziek maken. Dat hebben wij niet. Hier moet je alles zelf doen. Wat ik niet erg vind, hè, maar, maar je moet alles zelf doen. Die mensen daar, die hebben music editors, die hebben daar uh, vijf assistenten. Uh, ja, die, die hebben een team, hè. die hebben een ongelooflijk leger. Ja, maar juist daarmee, als je kijkt wat hij alleen al kunt. Al kunt Stel je voor dat je in zo'n zo team nog een keer kunt waard en dat je alleen maar moet focussen op... Uh... Ja, nee, ja. echt één ding. Ja, oké, okay, maar, maar, maar ik, ik weet niet dat, je dat ik weet niet dat, je dat zomaar zou kunnen. In de zin van, van oké, okay, je moet nu op verantwoordelijkheid in iemand zijn handen geven. En dat zijn natuurlijk allemaal superprofessionele mensen, maar, maar uiteindelijk verliezen ze dan ook wel ergens een, een deel van, 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 van de eigenheid die je er uiteindelijk zelf ja. steekt. Ik, 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 ik weet dat niet, ik bedoel... Ik luister wel eens, of ik luister terug, altijd naar soundtracks. En soms denk ik van. Oh, pff, ik kon juist eens een keer zo vijf Marvel-soundtracks achter elkaar horen en ik hoor eigenlijk vijf keer hetzelfde. Uh, en dan denk ik van: ja, oké. Okay, kun, kun je eigenlijk in heel die constructie nog wel je weigelaar terugvinden? Ik bedoel, een constructie waarin er ook tien producers zijn die zeggen: van ja, de muziek moet zo zijn. Nee, zo, deze. Ja, dat moet veranderen, deze moet veranderen. Dus je zit in een, in een, in een situatie waar je eigenlijk niet meer autonoom kunt werken. Je, je wordt bepaald, hè. alles wordt, wordt vastgelegd. Die kruidlijnen die worden uitgetekend door, door, door geld. Ja, en wat dat je creativiteit natuurlijk beperkt? Ja, en, en, en alles, wordt, alles wordt gecheckt door een testpubliek. Oké, okay, dat gebeurt hier ook wel, maar, maar als dat testpubliek zegt: van, we vinden de muziek niet goed, paf, ups, weg, volgende. Dus dan denkt hij: goeie, oei, oeie. Oei. Ze mogen het vragen, en, en ik zou het met heel veel plezier doen, maar ik, het is niet lekker op zitten. Nee, het is, het is... Ja. ja. Wat, wat, wat vinden ze? Het is misschien een vragen van de evolutie, zo, dat muzikanten soundtracks beginnen maken. Zo'n Nick Cave, een Trent Reznor of iets aan België, zo'n Dave Martijn bijvoorbeeld. Maar ik vind dat wel. Heb je daar envy naar of heb zoiets van.? Nee, absoluut niet. Zeker niet. Uh, ik, ik, vind, ik vind dat wel goed. Uh, omdat er altijd. Het brengt altijd wel een vorm van, van frisheid in filmmuziek. Ik bedoel, weet je, ik denk dat we nog een beetje te veel. In dat je in die omzetten van filmmuziek van, van moet gemaakt worden met een groot orkest en dit en dat. Oké, okay, dat is allemaal wel tof, maar dat, dat, dat hoeft absoluut niet. Ik bedoel, soms worden inderdaad dingen dat je zegt van hé, hey, dat is eigenlijk wel tof. Wie is die gast? Oh, ik ken die niet, maar ik vind het wel tof wat hem gedaan heeft. Laatst aan de andere kant, uh, dat moet ik je dan ook bij zeggen, dat is eigenlijk een beetje de keerzijde van de medaille. Dat is van: ik, ik ben al de laatste jaren verschillende keren uh, opgeroepen geweest om te zeggen van oei, we doen hier een soundtrack met iemand nieuw. Hè? Van waar het om komt, dat is niet belangrijk. Maar het lukt niet, omdat het hele proces van, van tv en film, dat kan zich er niet in passen. Um, veel mensen, uit uh, de Bracjan uh, nu verwijst, dat zijn mensen die zijn eigenlijk gewoon van heel autonoom te werken. Die zeggen van ik maak mijn songs, ik maak mijn muziek, zoals ik het wil. En ineens eerst komt in een, in een constructie van nee, nee, nu is het wat een regisseur het wil. En dat is iets anders en daar hebben veel mensen het moeilijk mee. En dan is het van, ja, goh, we hebben nog twee weken, kun jij het komen oplossen? Ja, dat is, dat is niet tof. Hè? Dat is ten eerste niet tof voor de mens aan wie ze de job hebben aangeboden. En ten tweede voor mij is dat ook niet tof, want, want dat, dat, is, dat is een vergiftigde cadeau. Dus, dus, dus. Uh, maar nee, maar buiten dat vind nee, ik, vind dat zeker tof. Ik heb al veel toffe dingen gehoord. En dan denk je van, ja, weet je, er, ja, er is altijd een klein beetje envy in die zin van, god, verdomme, dat is maar, dat is een goed idee. Hoe komt dat ik er nog niet in heb gekomen. Maar nee, ik vind dat... Ja, maar ik, allee, ik, ja vind dat, ik vind dat plezant. Ik heb, al, ik heb, ik heb veel soundtracks van, van Nick Cave thuis en ik vind dat je gast dat heel goed Omdat je voelt dat die er ook wel een, een, een soort van voeling he, met dat met heel beeld. Nou, als je dat doet muziek voor bepaalde soort van films, he, ze kijken, ze hem ook altijd uit ja. in functie van dat hem tot hiertoe toe gedaan. He, maar dan denk je van... Oh, tof, man. Tof, tof, tof. Shit, goed gedaan. Zo. Allee, ik, vind, ik vind dat wel boeiend, eigenlijk. Ik vind dat wel plezant dat er zo nieuwe wind door hoe dat veel muziek uh, gebeuren. In en wel, en welk soort film zit hij op je best? Gooi jong, uh, in, in een film eigenlijk waarin de regisseur mij af en toe een, een stamp onder mijn gat geeft, uh, zegt van oké, okay, uh, ik, heb, ik heb twee jaar geleden uh, muziek geschreven een film, dat was een Nederlandse film, Bumperkleef. Um, een, een horrorfilm, maar wel een horrorfilm met een, een, een boodschap. Dat dan. Uh, maar dat was. Dat was ja, het, ja, ja. Het, het kan dus. Het ja, ja, ja. is het ook niet, maar het kan dus. Maar dat was een heel interessante regisseur. Dat was een heel toffe mens. Uh, ook een beetje een, ja, een, een emotioneel geladen mens. Maar wel zo'n mens die dan zei: van, Oké, okay, we weten eigenlijk hoe wat horrorfilms werken. Hoe wat de muziek werkt. Uh, ja, doe dus iets anders. Pro probeer dat idiomisch te doorbreken. En probeer eens een keer je weg. Ding mee te doen. En dan krijg je stempen En dan denk je van. Ja, oké. Okay. dat was niet gemakkelijk, maar ik ben er wel een, een stap verder mee gerokt. Dus, dus ja. En dan denk je van. Oh, allee. Tof. fijn. Fijn dat ik dat heb kunnen doen. Mm -hmm. En dan. Ja, dat ik er uiteindelijk misschien toch wel een iets betere. mens van geworden ben. Ik spreek nog niet over componist, maar gewoon als mens. dat gevoel van. je hebt een stap verder gezet. Ja, oké. Okay. Maar het is niet zo dat je echt zegt. Kijk, dat genre van film. dat is mijn ding. Daar. daar de... Nee, 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 ja. want, 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 want god ja, nee, er zijn wel een nieuwe filmen dat ik gedaan heb, of, of series waar ik soms van denk van, mm, dat is pff, de film, ik zou er niet direct naar gaan kijken. Zeker ook niet als je hem dan ziet dat hij af is, dat je denkt van... Mm. Maar uiteindelijk denk je altijd wel van, goh, ik heb me er wel mee geamuseerd. Ik heb er wel ja. leuk mee gemaakt en ik heb wel, je probeert altijd, probeer altijd iets te doen wat je ervoor nog niet gedaan hebt. En dan denk je van, ja, het is wel tof. Of op zijn minst heb ik met een hoop mensen in een studio gezeten waar ik een fijne tijd mee had en, en, en waar we het tof mee gespeeld hebben. En, 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 en ja, we hebben ons gewoon ons best gedaan om de muziek zo goed mogelijk te maken. En, en dan, de rest is er niet meer in de handen. En ja. op het moment dat die, dat die muziek naar buiten gaat, dan is het uit uw handen. Dan moeten wij ge, neerleggen bij wat, uh, wat, wat de postproductiemixer doet, wat de regisseur nog beslist. Uh, dus, dus ja. Is het ooit, is het ooit gebeurd dat... Ik ken het vooral van Stanley Kubrick, uh, Clockwork Orange. Uh. Een temtrack die erop stond. Dus er stond een temtrack op die film. Er is een hele score voor geschreven achteraf. En de componist zat in de zaal bij de première. En wat bleek, ze waren vergeten te zeggen dat ze eigenlijk de temtrack gebruikten en niet de score. Er <laughs> is een hele <laughs> score uitgeschreven. Ja, 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 ja. Is dat ooit bij u gebeurd? Is dat ooit gehad? Dat... <laughs> is dat ooit ge... Nee, nee niet, niet, niet dat hè. Maar hij is ooit gezegd van Steve, nee. Pff, nee. Um, nee, we voelen het niet dat het gedaan. We gaan iemand... Goh, ja... ik allemaal ik... met aan te vragen. Ja, nee, nee, nee absoluut niet, want uh, dat, dat zijn dingen die gebeuren sowieso. Ik, ik denk dat iedereen uh, die muziek verbeeld schrijft, met zoiets geconfronteerd is. Je kunt daar niet om te baten. Maar um, ik, ik heb wel eens een keer gehad, en daar heb ik eigenlijk wel iets voor gevochten, dat was, dat was ook een Nederlandse film. Dat was een, een heel goede regisseur, maar een... een Enfin, onwaarschijnlijk moeilijke mens. Die dus ook geen pak had op de muziek. Die ook niet kon zeggen van... Vind ik het nu goed of vind ik het nu slecht? Nee, dat was, en dat was dus heel moeilijk. En die had uh, een wals gebruikt van, van, van een bekende Japanese componist. Die uh, eigenlijk heel populair is geworden. Ook buiten de film waar het dus voor geschreven is. En zat onder die onder die scène gestoken. Van, die, van, van dat was dus een, een wals in zo'n koninklijk paleis. Zo, en, dit en, dat. en hij zegt, ja, nou, zegt ze... Ja, die muziek... Uh, ik, ik, ik kan die niet meer wegdenken. Ik bedoel, er gaat er niks voor moeten schrijven. Want, want die muziek is zo goed, bij die zijn. Ik zeg, geef mij toch eens een kans om te proberen. En dan is hij wel vechten, en dan is hij wel proberen. En uiteindelijk is ze is toch toegegeven van, ja, oké. Okay, Um, ja, wel, ja, uw muziek werkt ook. voilà, En dat gaat ons goedkoop uitkomen, Dan hebben we die muziek moeten gebruiken van die Japanees. <laughs> uh, componist dus, we gebruiken hem. Oké. Okay. Maar ja, het gebeurt wel. Dat <laughs> het gebeurt wel eens dat mensen blijven vastplakken in, in hun tentrak. En dan is dat altijd vechten. En occasioneel verlies u we wel eens. Hè, dat is toch een stuk we willen gebruiken van, van ja oké okay, deze past toch voor ons besten en, en en hetgeen dat jij dan geboden is ook wel goed maar, maar het, het, het werkt niet zo goed dan, 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 dan dat is natuurlijk dimtrek muziek oké okay. zeg Pieter maat nog een ander onderwerp aansnijden of Aard? hoe lang zijn we er hier aan het uh, babbelen? al zeg maar en nog goed? Absoluut. Steve Vellaert de producer gaan we daar hier over babbelen? Want uh, ja, met, uh, met, uh, met uh, veel uh, muziek, dit en dat, maar, uh, ja. en ook Wiltura, ook geproduceerd, maar je zat in hier een band, dat is iets anders. Hè, maar het hebt toch ook x-aantal uh, artiesten gedaan, echt specifiek als producer. Hè. Mm -hmm. Ja. Uh, is uw uh, bekendste werk, uh, of bekendste, uh, succesvolste werk, is dat Natalia geweest? Die tweede plaat? was dat, de tweede plaat? Ja? Uh, ja, ik denk dat het vooral de eerste plaat was, denk ik. Um Back for hoe noemt dat? Hoe noemt die plaat? Um, eerste plaat. Uh, the, back, for more was back, for more. back for more was een tweede. Back for more was een tweede. De eerste was. Oh. Uh. oh wat is een titel We hebben van die eerste plaat. zit even gebaat man. Hoi. Oh, dat het is... knipen. We het eruit knippen. We dat eruit. <laughs> nee, maar die is wel de plaat waar, waar dat dingen op stond. Uh, Begun to fight. Ja. Yeah. Uh, dat uh, stond toch op, op de tweede? Nee. nee, nee, nee dat was de eerste. eerste. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, nou, ja, ja. Dat was echt wel een een, een dan. Ja, ja, zeker een vast, hoe, absoluut. Hoe hoe, hoe, komt, hoe komt Natalia bij Steve Woodhart? Goh, man, dat was, dat was een heel komiek verhaal. Dat was... Um, voor zover ik mij dat nog kan herinneren... Dat was eigenlijk... Dus, uh, dus het bleek wel dat dus Natalia dus uiteindelijk een, een, een... Ja, die kwam zo... Dat was The Voice, geloof ik. Hè? Was dat The Voice of was dat X-Factor? Ik, ik ben het even kwijt, geloof ik ja, oké... Moeten we koffiekoeks Het was dus een, een van, de, van de talentenjachten. En uh, het, het werd zo op een gegeven moment wel duidelijk dat Natalia als, als, als tweede toch wel op punt stond van, van, van daaruit te breken en, en een eigen carrière te beginnen. Mm. En uh, ik weet dat toen... Ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn namen te noemen, dus ik zal het niet doen. Maar uh, dat project lag bij iemand. Iemand ging de productie doen. Uh, en ik weet dat ik toen, die weekend, uh, een telefoon kreeg van, van de producer van de single die toen uitkwam van Natalia. En die belde van, ja, we hebben heel dringend uh, blazers nodig. Kunnen jij eens gaan naar een gementje schrijven, want we gaan dat morgen opnemen en, en vrijdag, op de dag daarna komt die single uit. En ja, ja dat, was, dat, was, dat ging zo. Hè, van, ze voelden van, ah, oh, die artiest gaat werken. Mannen, we moeten erop springen op die trein, want nu kunnen we er geld mee verdienen. En, um, oké, okay, dus ik had, die, ik, ik had dat arrangement geschreven. En zo twee dagen daarna was het van: ja, oké. Okay, um, we hebben iemand op de productie, maar, maar dat kon niet lukken, dat kon niet werken. Uh, wilde jij het doen? Ik zei: ja, oké, zo va. En. Um, ja. Hadden dat daarvoor al gedaan? Echt als producer? Of was dat je... u... <laughs> ja, ja nee, 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 nee. Ik had er vooral dingen gedaan, hè, maar, maar, maar uiteindelijk. Soms, dikwijls, je verziet er soms van hoeveel job er eigenlijk in je schoot belanden door, door een stom toeval. Mm. Of, of door een ongeluk, of, of door een, een parcours dat je compleet niet had verwacht. Um, en dan ja, daar was ook van, ja, we moeten een plaat opnemen op een week. Uh, want, want binnen drie weken moet die plaat uitkomen. Want ja, toen in die tijd was er ook zo van, die artiest is nu nog bekend, is ja. nu nog, uh, ja, dat is, dat is van. Ja, het is bekend, het is bekend en, en we moeten er nu dan ja, van profiteren. Je... Ja, het is nu of nooit, want ja. anders. Ja, ja, voilà. Dus en, en, uh, we hebben toen die plaat opgenomen. Op, 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 we well, denk dat we op, op twee, drie dagen tijd al die tracks hebben ingespeeld. En dan is Natalia gekomen. Die heeft dan op twee, drie, drie dagen tijd al die nummers ingezongen. En op een week tijd was die gemixt. Uh, dat, was, dat was geen ideale manier van werken. Dat was niet echt tof. Maar ik, van, ik heb die plaat ook met de Werner gedaan. Dus je weet wel van oké, okay, ik kent elkaar en, en, en je weet ook. Dat, dat, dat een rap ook meer resultaat komt. We zaten, een, we zaten met een toffe groep. dat was eigenlijk de groep waar we toen uh, een, een gospelplaat met een Turing mee hebben genomen. En dat was ook allemaal die rap moeten gaan. zo en, en dat was een toffe klik. En dat was met, 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 met de, de, de Walter Mids, Zaliger. de, de Vincent, de, de, de Hans, Hans Frank speelde toen Hammond. En, en dan de, de Kevin Mulligan, die speelde gitaar. En ja, we, we waren goed op elkaar ingespeeld door die optredens van de Ventura, want we deden toen ook regelmatig gospelconcerten. En dat ging allemaal vrij vlot in de studio. Dus, dus maar je weet nooit niet op voorhand, gaat dat nu marcheren of gaat dat nu niet marcheren? En eerst komt de manager binnen van, ja, man, ik heb hier nog een tof nummer. Uh, wat is dat? Ja, het nummer van die aanleiders. Uh, Begun to Fight. Ja, oké, okay, we gaan dat eens proberen. Hè. Ja, een beetje een speciaal nummer, maar oké, okay, we gaan dat opnemen. Hè. En ineens bleek dat niet te zijn. Ik bedoel... Ja, je weet dat ook niet op voorhand en, 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 en ineens, ja, Natalia haar carrière is, is, is dat de startblokken geschoten. Ja, met dat nummer. Ja, voilà, en ook, enfin, ook, ook, ook omdat Natalia Natalia is, bedoeld. het was ook een personage die heel hard uh, er plaatsvond bij, bij mensen, hè? zowel bij mannen als bij vrouwen. Die, die, ze was een soort van rolmodel voor vrouwen en mannen hadden zoiets van, ja, ik mag Natalia wel tof vinden, want mijn vrouw loopt het wel toe. Dus dus, dus, dus dus ja alleen ze zet een, een een direct en ook een nieuw breed publiek en ook door haar talent natuurlijk uiteraard ik bedoel ze kan zingen bedoel, dat is toch in twijfel over. Ja. en, en dus, dus, ja, is als is als uh, heel straffe zangeres ja, ja absoluut ja? ik heb er nog nooit voor gewerkt dus, ja, 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 ja. Die, die zingt echt goed, ah, en, goed. En, en wat ook, wat ook uh, ik moet ook zeggen het is ook ja, het is niet gemakkelijk hè, in de studio ze is ook heel moeilijk en, en ze willen het ook allemaal goed doen en, en, en wat ook al moeilijke momenten heeft opgebracht. He. Dat je soms ja, een beetje in conflict ziet. Maar, maar toen met die eerste plaat ook, dat was, die is zodanig in een mallenmolen gesmeten geweest. Dat, die, dat dat niet altijd gemakkelijk was voor haar. Dus, dus we moeten dan ook zo een beetje als producer. een beetje proberen van de ploeg laten te strijken. en zeggen: van oké, okay, kom, we gaan dat samen doen. en dat komt wel goed. En, en... Maar als hij daar zo op het laatste had ingesmeten geweest. Ja, is er van producer. is er dan. Ja... Dat is, ja, dat is, is dat, dat, als je dat zo vertelt, klinkt dat bijna als een verheftig geschenkwoord, wordt, dat je toch vrij weinig je stempel dan hebt kunnen drukken of, of, of zie ik dat te negatief? Bah, ik. ik, ik ja, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Want, want dat was ook een plaat waar ook wel redelijk wat strijkers en wat blazers op stonden. Dus ik heb daar veel arrangementen uh, voor moeten schrijven. En uiteindelijk. Uh, ja, je communiceert wel met muzikanten in de zin van man, zou we dat zo niet doen? Zouden we dat zo niet doen? Natuurlijk, met zo'n ploeg heb je wel zoiets van oké, okay, ik, ik, ik teken een lijn uit of ik zet een kader. En binnen dat kader kunnen die mensen doen wat ze willen, of, of brengen ze ideeën. Ik bedoel, iedereen heeft wel zo'n idee van zou ik niet dat spelen of zou ik niet dat spelen. Dus je gaat er wel een goed idee. En uiteindelijk denkt je wel van oké, okay, um, ik heb er wel wat mijn goesting mee kunnen doen. Uiteindelijk begin to fight is, is, is wel het nummer geworden waar ik zoiets van ja, oké, okay, dat, dat was wel mijn gedachte, zo'n beetje. James Bond heeft heeft veel strijkers en blazers en de, 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 de hoop garnituur er rond. Ja. Dus de, dus de, de, dan denk ik wel van, oké, okay, ja, ik heb beste nummer in dat um, ah, Ja, that, uh... tuurlijk, tuurlijk. That is, that... Ik dacht eigenlijk was die film vergeten Ik dat <tied> <tied> Maar ik dacht eigenlijk dat hij dat geschreven. En van de morgen zei ik tegen Inge, ik zei, ja, uh, Steve, is uh, die naar, 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 naar de podcast? Ja, dat is die kerel van, uh, van I I'm going to fight. Hij is, is, is geworden, ja. dat is van Jan Leers. Ja. Ja, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Iedereen hier, hier, die hier je toekomt. Je dus hebt trouwens nog, nog een nummer geschreven, die plaat. Dat was dan uh, dingen. Ja. I want your back, wat uiteindelijk ook wel een van, ja. een bescheiden niet is geworden. Hm. Mm. Dus, dus ja, dus, 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 uh, uiteindelijk is die, die, die plaat op basis van die twee nummers is daar wel een succes geworden. Dus, dus, dat is ook een beetje, beetje, ja, een beetje het geluk. Hè. Mm -hmm. Maar soms... Uh, het is inderdaad een feit, dat moest het allemaal heel snel gebeuren. Maar soms kan er ook wel een voordeel zijn, omdat er weinig uh, ruimte is voor twijfel. Je kunt soms aan een plaat beginnen en zeggen, van oké, okay, je twijfelt over veel zaken en zo. En wat gezond is, wat gezond is want het, 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 het brengt wel bij tot de groei van een plaat. Maar uiteindelijk, in deze geval was het van, oké okay, mannen, we moeten snel zijn. We moeten gewoon knopen doorhakken, knopen doorhakken ja. nu en hier. En ja, dat was in deze geval wel geen, geen, slecht, uh, geen slecht iets. Ook omdat het voor haar ook wel zoiets was van, Laten ons, ons vooruit gaan. Want, ja. want het, het is een zwaar proces voor haar ook. Het is de eerste keer dat ze dat ook allemaal zo'n beetje meemaakt. En dat is er ook wel een beetje gelopen in de zin van: oké, okay, um, ik kraak hier door die plaat het gaat vrij vlot. En, en, en oké, okay, dan kun je achteraf zeggen: misschien beter deze of misschien dat gedaan. Maar op die moment zelf denk ik wel dat het ook voor haar wel hielp dat het allemaal vlot vooruit ging. En mm -hmm. dat het, dat het... En dat een tweede plaat herhaalt? Uh, of was dat een veel trager proces dan? Ja, dat was een trager proces, absoluut. is mm -hmm. dus wat meer tijd, uh, meer over kunnen nadenken, uh, ook, ook wat meer tijd mee haar kunnen pakken. Wat ook heel belangrijk was, zit ook. Allee, is er ook wel ook een vrij concrete idee van hoe ze bepaalde dingen wil. Dus, dus dan uh, is dat wel fijn. Allee, het is wel fijn om, om een productie toch te doen, een beetje in overleg. Ja. En een artiest dat eens durft zeggen: Ja, ik wil deze niet, maar ik wil eigenlijk al een beetje dat. Oké, okay, tof, super, het is aan het plaat. Jij moet het zingen, hè? Dus, dus, dus laat het maar iets zijn dat je graag wilt zingen. Doe dat graag producer zijn? Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja, ja, zeker. Allee, ik bedoel, omdat dat... Weet je, het is, het is ook, ik, heb ik heb er eigenlijk veel van geleerd en die kennis heb ik eigenlijk ook wel kunnen meepakken naar, naar hetgeen dat ik bijvoorbeeld doe met film. En dan heb ik het vooral over... over, over ja, wel een technieker soms bezig is. Wat, wat doet hij? Wat, wat spookt hij eruit? Wat, wat is dat, een compressor? Ah ja, een, een preamp. Ah, oké, okay, wat is dat? Dus, welke microfoon gebruik jij hier? Dus, dus uiteindelijk stekt je wel dingen op dat je zegt van... Ja, ik kan dat misschien zelf wel eens gebruiken als ik, als ik budget ja, op okay, mijn is, eigen is, ding is, moet. Is, doen. dat is Allee, Wat je nu beschrijft, is ja, uw ogen open nodig in de studio, maar producer zijn, dat is toch wel. Ja, ja omdat je. Omdat je um, ja, je werkt ook met, je werkt met een artiest. Uh, een artiest, wat ook voor mij in eerste plaats een mens is. En dat vind ik wel plezant. On, 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 vind ik wel een heel plezant aspect om, om mijn job in het algemeen dat is communiceren met, met, die, met die mensen. Zien dat je ergens. Iets doe en gebouwd dat op. Um, met het gevoel van, kijk, we gaan iets naar buiten brengen. Waar we eigenlijk samen wel achter staan. En ja, voor een artiest... Je moet, je moet ook eigenlijk altijd rekenen. bedoel of dat dan een regisseur of een artiest is. Het zijn mensen die hun eigen bloed geven. Het is van, oké, okay, hier kom ik naar buiten als, als de mens die ik ben. Um, dus zo gaan de mensen mij herkennen. Dus dat zijn, dat zijn gevoelige momenten. Dat, dat zijn momenten waar je van weet van. Ik moet daar toch een beetje secuur mee omspringen. Ik moet toch een beetje het gevoel geven van een studio is, is eigenlijk een plezante plots voor te werken. En, en voel je niet gestresseerd. Het komt goed, het komt goed. Dus ze dus, 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 baten muzikaal een, een soort van leider. Ze ja, doen ook een soort van beetje psycholoog die, die, die iemand, iemand, ja, iemand op een goede manier probeert naar zijn einde, Naar het einde van zijn, van zijn product of het begin van zijn carrière te leiden. Want uiteindelijk. Vanuit die plaat start er een carrière, meestal. Hè. Dus, dus ja, ja ik, ik vind dat wel tof eigenlijk. Ik amuseer me, zeer, ja, ik kan me zeer mij er wel mee. Ja, ik enfin, denk ook een beetje af van artiest tot artiest. Ze zijn niet allemaal zo, uh, zo... zoals je ze wilt hebben, maar, maar, maar over het algemeen valt dat toch heel goed mee. Dan verschiet het ook van, van, van... Ja, hoe getalenteerd dat sommige mensen kunnen zijn. Dat je het op de eerste zicht niet hoort of niet weet, maar dan horen die zingen of dan zitten ze op. Dan denk je van... Ja, chapeau. Tof. Mm -hmm. Dus ja. Je ziet alle mogelijke plamagen, hè artiesten. Bedoel, ik heb ook een plaat opgenomen met de, met, de, met de Paul Michiels. bedoel, dat is, dat is ja, je zet even de microfoon en dat is van oké. Okay, daar uh, voilà, voilà, we hebben het. Maar in de studio zelf was dat een hele stille mens. Die zijn niet veel. Die was eigenlijk een hele gesloten, beetje een afgesloten mens. Zo. En, en dan denk je van ja, oké, okay, ah, zo ken ik die niet. Ik bedoel, ik dacht dat dat zo'n extra verte mens was. Uh, maar dan, ja, zo erbuiten was die stilletjes, zei je die niet veel en dan niet. Ja, oké, okay, ja, ça va. Het podium kan rare dingen doen met mensen. Hmm. Ja, ja, maar ja, Ik bedoel, op een goede manier, hè, maar dat is... Uh... Ja, ja, juist daarom, ik zeg het, de meeste artiesten zijn heel fragiel als ze van de micro in een studio staan. Hè. Die duurt ook, die, die mensen wordt, wordt een beetje te zenuwachtig. Je moet je ook een beetje op z'n gemak stellen en zeggen van oké, okay, dat komt goed. Uh, de, de wil die loopt ook alles ongeveer, daar is een stress, bedoel, die... Dat is gewoon een schone neumann Je komt dan binnen, paf, die Neumann ligt al tegen de grond. Dus ja, je moet je mensen een beetje op hun gemak stellen. en zeggen... Waardoor hij nog meer gestresseerd is. Ja, ja, voilà. Dat is zo het. het. als me dat wel niet kwalijk nemen dat ik dat vertel. Maar we waren een plaat om te nemen en. Hij had een glas water op de, op de mengtafel gezet. En, en zo in, in zijn enthousiasme zo plaf. Dat glas water, natuurlijk over die mengtafel. Wow. De, de wender was zo'n techniek, die is toen als, die is als, als een raket van zijn stoel geschoten, direct aan al een tik afgezet. Die is zo, de, ja, zo die dingen, zo de, een stuk van die mengtafel eruit gepakt, allemaal ondroog, dippen gewist. En, en de, die mens was verschoten, natuurlijk. En uh, de winnen natuurlijk, ja, je kent hem. Uh, zo tegen de wil. Zo van, Ja, Wil, die nieuwe Porsche. deze jaar hebben we toch wel kunnen vergeten. <laughs> oh. <laughs> ja, en dan wil die mens nog, nog natuurlijk, Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar, maar ja, dus, dus, dus dan voelt ook wel van dat zelfs een mens als, als Tura. Die net al zoveel jaren ervaringen. toch altijd nog een ja. vorm van stress he, in een studio. Ja. Want als Tura brandt, dan moet het gebeuren. He. Ja. Tura is toch ook. Super nerveus nog altijd als hij moet optreden? Ja, ja absoluut, absoluut. absoluut. Toch? Dat is echt legendary nerveus hè. Ja, 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 ja dat is, dat is een kip. Ja, ik ken er veel verhalen over. Het. Ik kon dat niet helemaal doen. Maar, 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 maar ja, dat is ongelooflijk. Dat is fijn. Dat is, dat is. Dat, dat. Ja, uh, je kunt het niet zo erg bedenken. En het is eigenlijk al gebeurd. Ja, ja. Voor een optreden, vooral als het een optreden is met... Ja, als het een in symfonie was, of, of in de tijd toen, dat we, ja, toen het aan Boudewijn gestorven was, dat hem zijn, zijn legendarische twee nummers gezongen heeft op, 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 uh, dingen, op, op de begrafenis. Dan. Mm. Oh man, die, was, die zat zo vier verdiepen in de kelder en die kost je tot boven horen. Die mens was zo. Ik kon niet zeggen wat hem gedaan heeft, maar, maar, maar ja, zo. De, de... Maar dat je eigenlijk van. Ja, okay. dus dat nu, uh, als hem zo is. <laughs> nee, maar ah, dat weten wel. De van, als hem zo is, dan, dan, dan gaat het lukken. Ja? Het lukken. Ja, ja, voilà. En hij is eigenlijk altijd zo. Dat is, dat is gewoon zijn dingen, zijn motor hè, die in gang schieten. En dat weten ja. we van. Oké, okay, we zitten goed. We zitten goed. Lefstraffen. Hoe is, is hij nu? Um, ah, well, ja, hij is juist verjaard. Maar ik, ik twijfel of hij 80 of 81 geworden is. Tot de mat. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is waanzin. Hè. Ja. En, die. die, die, die uh, die hebben ook wel altijd hoe verzorgd verzorgen. Uh, Wil Ture? Amai. Ja, hè. O, ook veel sport, hè? Maar ja, Loop nou zo iedere dag zeker? Ja, ja, elke dag vijf kilometer lopen, hè? Ja. Nog altijd. Ja, ja, nog altijd. hè. bedoel, Bravo. die heeft die, 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 die meer energie dan die in zijn orkest hè. Bedoel, dat, is, dat is ongelooflijk. Ja, en ja, ook zijn stem onderhouden en zo. En, en, en dat is hem ja, altijd mee bezig. Hè. Dat is ook de ja dat is dat is zijn alles hè. Bedoel, ja, Voor bedoel mensen was, was, was heel de coronapandemie dat, 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 dat is een straf hè in ieder in is dat van oei ik, ik ben op mezelf aangewezen, er gebeurt niks uh, ik 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 een biotoop biotop kwijt hè. Ja. zoals zoveel artiesten natuurlijk hè ja kentjes, het was... hey, is, we, we zijn een podcast we er door nooit van ik weet er nu weer al niet over bro Er wordt daar genoeg over gebabbeld ja. ook ja, denk ik dat. maar uh, nu dat uh, uh, één minuutje nog ja, doe maar. wordt de langste aflevering ik kijk. Maar ja, Stief vind ik niet veel te vertalen. We zijn hier al... Hoe was het voor jou, Stief, het afgelopen jaar en half en niet op een podium te kunnen spelen? Ja, vooral... Heb het gemist? Ja zeker, absoluut, absoluut. Nee, ik, ik speel niet zoveel op een podium ik, dan de meeste van mijn collega's, maar ik heb het wel gemist. Uh, ja, gewoon de interactie met mensen. Uiteindelijk een kom je komt in die, in die lockdown terecht en beginnen te beseffen van dat hetgeen uh, waar je eigenlijk de meeste tijd in steekt, is gewoon op zoek naar eten. Dat was zo ineens eens van, oh, tja, wat vroeger in IES heel vanzelfsprekend was, was gewoon in de winkel. Nu is er ineens eens van, oh ik mag niet meer buiten. Of ik wil niet meer buiten, of ik wil mij een beetje veiligstellen. Ik moet hier eens op zoek gaan. Wat ik kan eten raken. Dus ik heb Hier was Hier hebben De wereld begint op zijn kop te staan. Maar ja, oké. Okay, dan begin je zo te zoeken. Ah, oké. Okay. Ah, ik kan bestellen online. Wat is dat eigenlijk? Ja, oké. Okay. Dus, is ben er dus een, een halve dag mee bezig. En ik heb wel het geluk gehad dat ik. Uh, ja, ik heb nog wel een, een aantal dingen lopen. Dus, dus vooral op het vlak van, van series en ook nog film en zo. Dus ik ben wel bezig kunnen blijven, dat, dat was wel goed. Maar uh, ja, het live gebeuren, de interactie met, met mensen, hè? Met, met, met muzikanten, dat, dat, natuurlijk miste dat wel. Dus, dus dat, dat was wel spijtig. Maar ik, 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 allee, ik, ik kon het wel invullen met, met andere dingen. Dus, dus wat, uh, ja, wat voor andere mensen... Enfin, de indruk die ik toch heb gehad of de mensen die ik heb gehoord, soms echt een probleem was. En dan denk je van, ja, oké, okay, het is ik kon niet klagen, bedoel absoluut niet ik vergelijk je met veel anderen oké okay, duidelijk um, Mag heb wat heb heb een studio thuis zeker hè? Uh, ja ja ik ja, ja werkkamer studio werk, ja. O, hoe ziet een dag er dan uit bij jou zit hij eigenlijk uh, altijd aan het werk zit hij een artewerker uh, ja, ik denk van wel. Ik bedoel, uh, het zijn altijd andere mensen die dat zeggen. Maar, maar, maar uh, ik denk van wel. Maar, maar ik bezien dan ook niet zo echt dat ze werken. Allee, dat is van. van ja, je stot op en jeet en iets. En je en, en leest een keer uh, uh, de, de, de gazette. Van. <laughs> uh, <laughs> ja. uh, 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 digitaal, dus digitaal, hè? Dus, 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 dus. en dan. Ja, dan begin je En dan gemakkelijk een beetje een planning van wat gaan ook van doen, deze. moet moeten nog aan werken, moet moeten nog dat. Dus toen je ergens denkt van. Ja, ik ga er nu maar mee stoppen. Maar, maar pff, dat, dat stoppen, dat, dat, dat is. Ik, ik, ik ben eigenlijk niet. Allee, ik, ik, mensen zeggen wel van. Gezien een gestructureerde mens voor te werken. En, en ergens klopt dat wel. Maar ik, zo met uren is, zo dus zijn ik zo niet echt mee bezig eigenlijk, eerlijk gezegd. Mm -hmm. natuurlijk maar als, ook als, als je, je... werk met zoveel passie doet, is dat natuurlijk wel. Oh ja. Makkelijker om ermee bezig te blijven. Hè? Zo, ja, zo en, en ik, 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 heb, ik heb ook niet zo de behoefte van te zeggen: van oké, okay, het is nu acht uur, ik ga, ja. ik ga voor een tv of zo zitten. Wat wel tof is, hè? Bedoel, als ik dat dan eens een keer doe, vind ik dat wel plezant, kan ik er wel van genieten. Maar soms denk ik: van, dan zit ik naar tv en dan heb ik zoiets van. Beter boven, wel in, in, in mijn kamer krapen en nog wat muziek maken of, 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 of proberen. Maar dat is, de, is het letterlijk uw dagelijkse routine. Dus eigenlijk zit hij heel veel in je werkkamer. Zelfs als ze er niet met een concreet project bezig met een concrete serie, dan zet hij muziek aan het maken. Uh, Ja, weet je, dan probeer je sowieso dingen uit. Hè. Je hebt een nieuwe plugin uh, gedownload en dan probeer je sowieso wat, wat dingetjes uit of, of zien wat dat werkt. Nu, pas op. Hè. Um, ik geniet, ik geniet even goed van eens een keer buiten mijn mijn biotoop te komen. Ik bedoel, uh, er is altijd wel eens iemand die mij eruit sleurt en zegt van, kom nou eens een keer buiten. En, uh, of eens een keer op stap gaan met mijn kinderen, of eens een keer een dag naar hier, of eens een dag naar daar. Maar soms gebeurt het iets te weinig, denk ik, maar, maar, maar ik kan er wel van genieten. Of eens of mm -hmm. een keer op restaurant gaan, of, of ik weet niet waar. Of zo. bedoel, is het niet dat ik zo'n... Een, een podcast, vind... hè, nu? Ja. nu, nu ah, ah, is voilà, het een klasse hè. Eh, heer, voilà. Ja. Hè. Dus, maar, ja, zo... Allee, ik, 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 fin, ik, ik weet ook wel dat het leven op zichzelf dat dat ook wel een voedingsbodem is. Het moet niet altijd muziek zijn. Je ik ik, ik mm -hmm. kunt even goed gevoed worden door of, 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 ja, wat er op straat gebeurt of wat je gegeten hebt. Of, of een goede babbel met mensen of, of, of zo. Of dat soort van dingen. Dus ik vind dat even belangrijk, maar misschien doe ik het soms wel iets te weinig. Ja. Dat geef ik net wow. Wat, wat zullen we nog echt graag doen in uw professionele carrière? Is dat de laatste vraag? Is dat? Okay. Ah, ja, we zijn? zijn bijna drie uur bezig. Oeh, ja. <laughs> Serieus? Um, goh, jong. Ik... ik eigenlijk... Hè. Is <laughs> Heb je nog een droom? Heb je nog een droom? Marvel-serie niet, dat, dat weten we al. Uh, ja... Uh, nee, niet per se. Uh, goh, jong. Eigenlijk... Hè. Um, eigenlijk niet zo echt concreet. Zo. Ik bedoel... Nee, hetgeen dat ik vooral wil is, 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 is... Wat je natuurlijk hebt vanaf een bepaalde leeftijd, is dat je zegt van oké, okay, ik wil eigenlijk Alleen de dingen doen waar ik me echt goed mee voel. Of, of samenwerken met de mensen waar ik me echt goed mee voel. En daar uh, probeerde ik wel echt naar te streven. En tot hiertoe lukt dat wel. zo Ook al dacht ik van... Ja, oké, okay, dat gaat mij misschien wat minder job opleveren. Of, dat ga misschien, of ik slaat dat uit. <tok> maar uiteindelijk dacht ik van... Ja, oké, okay, met dit project of met deze mensen voel ik me wel goed. En, en, en ja, laat, laat, laat zoiets maar mijn dromen zijn. Voilà. Altijd met, to met toffe mensen werken en toffe projecten doen. Ik vind dat een heel mooi antwoord. Eigenlijk. Ja, ik ook. Heel mooi. Oh, alle Hey, uh, Steve, ik heb een afsluitende vraag. <laughs> ja, als je een gouden tip mocht geven hè, aan je 18-jarige zelf. Met de kennis en de, de know-how dat je nu hebt. Wat zou die gouden tip zijn? Um, ja, eigenlijk dezelfde tip die, die ik aan mijn kinderen geef. Hè. Ik bedoel, ik heb drie kinderen. En ik heb altijd gezegd: van Mannen, uh, probeer in godsnaam te doen wat je graag doet. Ik bedoel, ja. Wat je doet, het kan mij het kan me niet zoveel schelen, maar probeer te doen wat je graag doet, want je zit er wel voor de rest van je leven mee opgeschept. En als je doet wat je echt graag doet, dan zul je er ook wel geld mee verdienen. Dus dat, dan komt dat wel goed. En uh, mijn kinderen hebben die raad opgevolgd en ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. En dan denk ik van, ja oké, okay, laat dat dan maar mijn, mijn nalatenschap zijn voor, voor de volgende generatie. Dan Doe vooral wat je graag doet. En, en, maar god er dan ook voor. Allee, ik bedoel, god er dan ook echt voor. Ik kan het niet meer eens zijn dan. Uh, Zo. En is er, van, is er iemand van uw kinderen in de muziek? Uh, daarmee, de, heeft er iemand de, de passie geërfd? Uh, mijn zoon, een klein beetje. Op de weg, uh, heeft hij ook wel wat drums en piano gespeeld, maar gevoelde nergens van het is nog niet per se daar. Hij is er nog niet. Het is nog niet. Eigenlijk nog niet gevonden. En dan opeens op een gegeven moment is hij het thuis gekomen. Uh, ja, uh, pa, ik heb het gevonden. Ik wil maar worden. En dat is een perser. Die is tof. <laughs> ja, ja maar die, die is tof. Die is tot dus uh, veel op zet en zo. En, en die zegt van, ja, dat is het. Voilà. Dat is het. En, en ik zeg, ja, oké. Okay. Ik zeg, uh, top. Ik zeg, go, hè. En hij is dan, hij is dan dus naar het, uh, het trits of... Het tritssysteem, dan gegaan En... Uh, ja die, die gasten gast heeft zijn job die, 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 die werkt heel veel en dan ja hij is daar heel gelukkig mee ook okay, het, is, het is niet altijd roze geur en maneschijn. schijnen hij heeft al gemerkt dat het geen enkele veeer... job is dat hè? nee voilà, ja. juist erom maar dan denk ik van oké okay, ja dan zeg ik van hey, vind het nog tof doe het nog jaren ja ja absoluut en dan denk ik oh wat komt deze en komt dat en dan denk ik van oké okay, hij, hij het vuur gevonden het, het gaat altijd een beetje om, om het vuur in hè? Van, van, oh. als je dat niet hebt dan, dan, dan wordt het het leven niet moeilijk. hè dus, dus ja voilà. Nee, maar ik heb het echt wel een vreselijke en Ik ja. denk dat wij alle, alle drie ook rond de tafel het geluk gehad Voor iets te vinden ja, wel, voilà, he, he. Dat je super dat ja. graag allee, dat doet. He. Waarom ook? Dat we er alle drie zo hard het mee eens zijn. He, van... Ja, en, en dan pak je de, 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 de slechte momenten erbij. He, ja. Want die, die komen er toch tegen. Dus maar, dan, dan, dan... maar dan vergeet je die ook terug heel snel. Ja, je omdat je volgende ook... moment terug. Voilà, 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 juste erom. Ja, kijk. Mooie not om mee af te sluiten. Steve Willard, hartelijk bedankt om langs te komen. super interessant gesprek. Ja, met, met heel veel plezier, man. Ik bedoel, ik vond het... Het, is, het is gratis, hè, dat, uh, Steve? Oké, in ieder geval... Voor geld moet je En de Steve er een symfonie, hè. Ja, dat weet ik. Absoluut. Dat is nu okay, het idee mannen. dat we gaan nee, nee, maar dat is... Zeker. Dat is ons idee... Ja, 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 ja. Wij hadden nog niks, het is hier, ja, hier Lekker, aan tafel. We aan tafel, dus we houden het vast hier. We ja. wijzen staan binnenkort online. Online. <laughs> Frank en Stijn, merci voor de co-hosting. Tot de volgende.